Goedemiddag, dames en heren. Van harte welkom vanuit het Omnisport in Apeldoorn. Dag 2 van het NK Atletiek Indoor. Vandaag kijken we live onder andere naar de finales op de 4 en 800 meter voor mannen en vrouwen. We blikken terug op de 3000 meter met onder andere Mike Foppe uit Nijmegen, de regerend Nederlands kampioen. U ziet de samenvatting van het hoogspringen van de dames. En we eindigen de dag met de 60 meter horde voor mannen en vrouwen. Dit is dag 2 van het NK Atletiek vanuit Apeldoorn. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I got that power over me. Zometeen gaan we naar de 400 meter finale kijken voor vrouwen. Maar eerst ga ik mijn co-host van vandaag introduceren, Pieter Brown. Van harte welkom. Hi, goeiedag. Ja, jij bent meerkamper, werd hier 2 weken geleden nog Nederlands kampioen. Ja, klopt. Ja, het is voor mij een beetje raar om hier nu te staan, ja, als toeschouwer. En in dit geval, hè, gaan wij samen kijken naar de wedstrijd. Maar inderdaad, 2 weken geleden stond ik hier, heb ik een zevenkamp gedraaid. En inderdaad Nederlands kampioen geworden. En ja, het ging heel erg goed. Dus, Je bent lekker in vorm. Ja, nou, 2 weken geleden was ik zeker lekker in vorm. Daarna heb ik wel een beetje gas teruggenomen. En nu starten we eigenlijk volgende week weer met de opbouw richting de zomer. Ja, want alles is natuurlijk maar gericht op 1 toernooi, hè, dit Olympische jaar. Ja, je zegt het al. De Olympische Spelen die komen eraan. Ik ben al zo goed als geplaatst eigenlijk. Dus het is voor mij nu kwestie om de komende weken en de komende maanden hard te werken. En te zorgen dat ik daar op mijn best ben, zeker. Komen we zo meteen vast nog over te spreken. We moeten naar de 400 meter. En onder andere met aan de start regerend Nederlands kampioen Femke Bol. We gaan naar Dennis Licht en Jan Sommerdijk. Ja, Femke Bol, die moeten we sowieso al feliciteren, want ze is vandaag 20 geworden. En dat wil ze dan vieren met haar tweede nationale titel bij de senioren op de 400 meter. Ja, andere favorieten, Dennis, Lieke Klaver natuurlijk. Eva Hovenkamp uit Ede, kan zij misschien brons pakken? Ik denk dat dat een heel erg een strijd gaat worden om het brons. Niet alleen Eva, maar ook Marit Dopheide en Hanneke Oosterwegel van Daventria. Ja, we gaan even naar het polsstok hoogspringen nu, want daar is Femke Pluim al gekwalificeerd. Ze is al kampioen geworden met 4,45. Ze gaat nu een poging maken op 4,55, haar eerste poging. En dat lukt er. Wat is dit, Dennis? Ja, ik denk dat heeft natuurlijk iets met timing te maken boven de lat. Misschien nog iets sneller indraaien en dan pakt ze het wel. Ze heeft de hoogte, dus ze zal ongetwijfeld nog proberen zometeen misschien wat te veranderen aan de instellingen van de palen. Het scheelde niks. Absoluut. Ik dacht echt, ze haalt het, maar nee, toch niet. Maar het zit erin, hè, beide. Ja, het zit er zeker in. Ze heeft natuurlijk al wel vaker deze hoogtes behaald. En de afgelopen jaar heeft ze niet echt lekker gesprongen, Femke. Maar vandaag zit ze er goed in. Bijna alles in één keer gehaald. Behalve die 4,45 waar ze zich zojuist mee heeft gekwalificeerd voor het EK Atletiek in Parijs. Maar ze wil natuurlijk meer. Olympische limiet, dat ligt nog een stuk hoger. 4,70 of een top 32 op de wereldranglijst. Ja. Kijk hier naar Femke Bol, de jarige dus, 20 geworden. Vorig jaar heel verrassend kampioenen geworden. Toen versloeg ze onder andere de zusjes De Witte. Die zijn er nu niet bij, Lisanne en Laura. Lisanne heeft wel de 200 meter gelopen en natuurlijk gewonnen. En als we het toch over winnaars hebben, Hinkstap springen wil ik ook zeker even noemen. Danielle Spek uit Apeldoorn, 22 jaar, hier gewonnen in haar eigen stad. Dat is toch leuk. En we hebben ook vuurwerk gezien bij andere onderdelen die we straks nog in samenvatting gaan bekijken. Maar nu alle aandacht voor die 400 meter, ja. Femke Bol, Dennis, daar gaat het om, hè? Vanuit baan 3. En haar grootste concurrent voor die gouden titel, Lieke Klaver, vanuit baan 5. Ja, ook nog jong, 21 jaar pas, uit Velsen. Femke Bol uit Amersfoort. 52, 47,
al gelopen in Metz, Frankrijk, onlangs. Volledige focus bij iedereen. We hebben heel veel valse starts gezien al vandaag. Dat moet hier natuurlijk niet gebeuren. De start is goed. Wie is het beste weg, Dennis? Moeilijk te zien. Lieke Klaver lijkt wel een flinke voorsprong aan het opbouwen. Maar die is ook iemand die graag vlot start. Femke Bol is echt iemand die het van de tweede ronde moet hebben. Maar goed, ze moeten niet te ver achterop gaan lopen. Wie gaat er als eerste de tweede ronde in? Ze mogen nu naar binnen, voorbij de pionnen. Dus absoluut, Lieke Klaver pakt groots uit. Een behoorlijke Bol voorsprong. Tweede positie en die heeft natuurlijk nog wel een eindsprint. Bol kan nu mooi jagen. Blijft ze nog achter. Het is Lieke Klaver die de laatste bocht in gaat. Femke Bol maakt al een beetje aanstalten. Ja, ze zit er dicht op. Het is Lieke Klaver die trekt er nog door. Kan Femke Bol nog bijbenen? Ze probeert het. Ze waagt een poging. Lieke Klaver houdt de deur dicht en wordt overtuigend Nederlands kampioen in een prachtige tijd van 52 seconden en 42 honderdste. Ja, dat is toch teleurstelling voor Bol op haar verjaardag, denk ik. Misschien wel, maar toch ook weer een toptijd. Ruim onder die 53 seconden indoor. En volgens mij is dat, denk ik, ook nog wel een persoonlijk record voor Femke. Ja, dat is even de vraag. Het was 52-47 en de winnende tijd die 52-42. Nee, dat dan, is al 45 wordt hij nu gecorrigeerd. 52-45 voor Lieke Klaver. En 52-78 voor Femke Bol. Daarmee haalt ze zilver. Loopt ze nog een stukje minder dan vorig jaar. En wie heeft er brons gehaald? We hebben vooral op de tweestrijd gelet, dus we moeten even kijken. Ik denk, Evelien Saalberg is er ook al zo verrassend. 53-65. En we gaan weer kijken naar een poging nu, Dennis, van Femke Pluim. Femke Kluin maakt zich inmiddels klaar. Even in de concentratie. De lat ligt in ieder geval al op de goede hoogte. De jury is er klaar voor. En ze heeft iets minder dan een minuut om de sprong te wagen. Ze heeft inmiddels 4.45 geslecht. De EK-limiet in Parijs staat klaar voor 4.55. De stok gaat de lucht in. Boven de schouder. Ze neemt de aanloop. Krachtige passen. Ze steekt de stok in. En nee. Ja, we gaan nu naar de winnares van de 400 meter. Die staat bij Sander Maas van der Brink. Lieke Klaver. Ze staat nog een beetje uit te huilen hier. Maar Lieke, wat een mooie race. Hoe ging die voor jou? Nou goed, ik wist dat ik het zo moest lopen als vandaag. En dan is het altijd maar de vraag, ga je dat doen of niet? En ik deed het dus. Het ging zo goed. En die tijd is zo hard. Het is echt leuk dit. Je het zelf niet verwacht? Nou, ik wist dat ik het kon. Maar ja, ik heb al meerdere races gehad. Waarvan ik ook dacht, nu kan ik het. Maar ik ben zo blij dat het nu eruit komt. Ja. Had je een bepaalde tactiek bedacht van tevoren? Nou, ik loop eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Hè? Harde 200. En dan die 200, 300. Dan durf ik... Jezus. Dan durf ik nooit zo goed. En nu wist ik... Mijn coach zei ook, doe iets wat je nooit hebt gedaan. Dus die 200, 300 moest gewoon harder. En toen zag ik iemand wel achter me. En toen dacht ik, een beetje naar buiten zo. En toen kwam, ja, ik moet straks terugkijken. Maar het was echt vet. Dat bleek dus het recept ook om Femke Bol te verslaan. Is dat nog iets speciaals? Want ze is het afgelopen jaar natuurlijk perfect bezig. Ja, we trainen eigenlijk altijd. En we doen alle wedstrijden samen. En we doen echt alles samen, dus... Ze is een beetje mijn kleine zusje. En ze is vandaag ook jarig. Dus ik wist van, als ik van haar win, dan doet het wel een beetje wat met me. Omdat gewoon, ja, ik wil natuurlijk ook dat zij wint. Maar ik ben nu gewoon blij voor mezelf. Maar dit gaan we wel samen vieren. Tuurlijk, je moet het uiteraard voor jezelf vieren. Maar je hebt wel een verjaardagscadeautje afgenomen. Dus een taart is wel op de plaats, denk ik. Ja, nee, maar we hebben al een bepaalde taart met Bueno's en Nutella. Don't let my coach know. Maar die hebben we helemaal voorbereid. Oké, die gaan we volgende week maken. Ze hebben al in ieder geval iets samen. Gefeliciteerd en geniet ervan. Dankjewel. Ja, mooie winnares op die 400 meter. Lieke Klaver, jij had het al voorspeld, hè? Als je de baanindeling bekeek, zag je dat Lieke in baan 5 startte. Als je wat hoger start, dan is het iets makkelijker om snelheid te maken op begin. Nou, ze moet het ook hebben van de eerste ronde. En Femke die begint in baan 3. Ja, dan heb je toch net een kleine achterstand. En
ja, als Lieke dan kiest om die eerste 200 flink door te trekken, dat heeft ze nu dus ook gedaan, ja, dan is er een bepaalde afstand tussen die twee. Dan moet Femke hard gaan werken om erbij te komen. Hè, maar wat Lieke net al zei, ik ga mijn best doen om tussen 2 en 300 echt gas te geven, wat ik normaal niet durf. Nou, dat heeft ze nu dus gedaan. Ja, en dan zie je dat Femke gewoon net tekort komt op het einde. En ja, Lieke die pakte de overwinning in een toptijd ook. Dus dat een hele goede tijd, ja. Ja, dat is echt goed gedaan. Het record trouwens, het Nederlands record, staat nog steeds op naam van Esther Goosters uit Apeldoorn. Dat dateert al uit 1998, 51-82. Ja. Laten we even kijken, ook dus nummer 2, Femke Bol. En dan 3, Eveline Saalberg. Ja, ook heel erg goed gedaan eigenlijk. Die is eigenlijk als outsider hier, die loopt een 400, loopt buiten ook 400 horden. Moet het niet per se hebben van de snelheid. Maar ja, ik weet toch best wel aantaken bij die meiden. Hij loopt 53,6 geloof ik ongeveer. Volgens mij ga je even onderbreken. Gaan we naar het polstok hoog springen. Even kijken hoe Femke... Nieuwe poging, hè? Femke Pluim. Ja. Ja, inmiddels staat Femke weer klaar voor een allerlaatste poging op die 4,55. En dan gaan we zien of ze het gaat halen. Ja. Ze neemt de aanloop. Krachtige passen. Die gaat bij. Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Ja, jammer, maar 4,45 is keurig. Ze heeft de EK-limiet binnen. Olympische Spelen wordt moeilijk. Dat wordt een ander verhaal, de Olympische Spelen. Maar de EK-limiet die heeft ze voor elkaar gekregen, Femke Pluim. Dus ze is toch tevreden. Nederlands kampioene. Mooie strijd was dat met Kiliane Heijmans. Hebben elkaar naar flinke hoogte gestuurd. In dit geval 4,45 meter. Keurige prestaties. Bij het polsig hoogspringen, net als gisteren bij de mannen. Ja, en om Pieters verhaal nog even af te maken. Die Eveline had ik ook niet verwacht, maar die liep dus 53,65 op die 400 meter. Een razend knappe tijd. Ze kwam hier met 54,12 in die finale. Dus een ruime verbetering van Eveline Saalberg van GVAC. We kijken nu naar de 400 meter mannen die zo gaat komen. En daar zullen we de grote Tony van Diepenshow weer meemaken. Maar dat duurt nog eventjes, dus we gaan even terug naar de tafel naar Inge. Ja, Femke Pluim, Nederlands kampioen. Ja. Ja, ze heeft zich gekwalificeerd, hè, voor het EK in Parijs. Er werd net gezegd, spelen gaat misschien lastig worden voor haar. Daar ben jij het niet mee eens. Nou ja, kijk, er moet nog 25 centimeter bij. En dat is een hoop. Als polshoekspringer ben je op zoek, hè, naar 5-10 centimeter verbetering. Ik denk dat ze mogelijk wel in staat is om nu al wel, hè, misschien 4,55 zou kunnen. En ja, 4,70 is dan wel echt een flinke stap. Maar als je je wedstrijden weet te winnen en je hebt elke keer dit niveau, dan telt dat wel goed op je world ranking. En dan, ja, maak je toch kans om daar wel mee ze te doen. Ze maakt nog kans op Tokio. Misschien horen we even hoe ze daar zelf over denkt. Ze staat bij Sander Maas van der Brink. Femke Pluim, ja, 4,45. Ze vragen net, hoe denk je er zelf over? Ja, ik ben super tevreden natuurlijk. Het is een lange tijd geweest dat ik überhaupt niet mee kon doen. Dus ik ben A, blij dat ik mee kon doen. B, blij dat ik 4,45 spring. En C ook nog, dat goede poging op 55. Eerste poging was echt gewoon goed. Dus dit is eigenlijk een perfecte NK voor jou geworden? Ja, zeker. Ja, het is gewoon een beetje zoeken. Ik had al heel lang dus niet meegaan, dus ik was echt super zenuwachtig. Want volgens mij gewoon... Maar het ging eigenlijk hartstikke goed, dus ik ben heel tevreden over. En ook gewoon tevreden over hoe de sprongen gingen. Over hoe ik het zelf deed, dus ik kan alleen maar tevreden zijn. Wat heb je gedaan om die zenuwen nog enigszins weg te krijgen vandaag? Oh, geen idee. Gewoon ijsberen hier, mat gevolgd. Blijkbaar helpt het. En nu, Nederlandse titel op zak, lange tijd niet meegedaan. Dat moet lekker voelen. Ja, oh, het voelt heerlijk. Ik ben ook alleen maar blij gewoon. De hele dag. Hoe was de finale eigenlijk? Want het ging nog wel redelijk lang gelijk op. Ja, Kiliana sprong ook goed. Die sprong 4,25 volgens mij. Ik sprong eerst af op 4,35. Ik wist allemaal wel dat ik het kon, maar ja, je hebt 3 pogingen. Het moet wel in die 3 pogingen lukken. Dus aan het feit dat je weet dat je het kan, heb je niet zoveel. Behalve een beetje vertrouwen misschien. Maar ik was gewoon blij dat ik zelf goed sprong. En weet je wat de rest deed? Daar heb ik geen invloed op. Ik kan me ook gestolen worden. Maar dit papiertje met nummer 1 voelt best wel goed. En nou straks lekker die medaille ophalen. Oh, heerlijk. Ja. Geniet ervan. Ja, Pieter, die ligt vannacht de stuiter in de bed volgens mij. Ja, zeker weten. Ja, wel echt typisch Femke hoor. Dit is, vorig jaar heeft ze een heel moeilijk jaar gehad met blessures. En nu laat ze zien dat ze er gewoon echt wel thuis hoort. En meer dan verdient dit. Meer dan verdient. Ja. Prachtige winnares. Zometeen de 400 meter mannen. Ja, ik hoorde net al zeggen de grote Tony van Diepenshow. Heeft die concurrentie vandaag? Ja, zeker. Ja, Tony doet het natuurlijk uitstekend. Kwam dit jaar al tot 46-1, geloof ik. Is de Nederlandse recordhouder ook. Maar
ja, in zijn kielzorg lopen wel gewoon vier jongens bijna zijn tijden. En ja, hij moet zijn, zijn kopje erbij houden vandaag, want het wordt gewoon echt wel heel krap. Zeker na die eerste ronde. Degene die daar op kop gaat lopen, die, ja, die heeft gewoon extra voordeel. Maar ja, hij zit zelf geloof ik in baan 5. De mannen in baan 4 en 6 die starten ook verschrikkelijk hard. Dus het wordt dringen verbazen. We gaan kijken naar die 400 meter. Ja, Tony van Diepen is natuurlijk de favoriet zoals gezegd. Maar ja, Terence Aggard, daar moeten we ook even over hebben. De man die in 2015 zijn nek brak bij een auto-ongeluk op de A50. Toen werd er gevreesd voor zijn carrière, maar hij is heel sterk teruggekomen. Deze man. Ja, Dennis, kan die het van Diepen moeilijk maken, denk jij? Ja, zeker. Wat eigenlijk Pieter ook zei, dat zijn de mannen. Terence is één van de specialisten die ontzettend goed kan starten. Het ook echt van die eerste ronde moet hebben. En Tony kan ook wel vlot starten, maar is meer de atleet van het eindschot. En ja, wat Pieter eigenlijk zei, het wordt dringend geblazen om als eerste die tweede ronde in te gaan. En ik denk dat we daar al wel een beslissing zouden kunnen zien. Aan de andere kant is Tony weer echt de type atleet die ook durft te wachten. Ik heb gisteren nog even met zijn coach Geert Koensen hierover gesproken. Zijn focus is gewoon oké, zorg ervoor. Ga er vanuit van je eigen kracht. Focus je maar op één ding. En dat is te zorgen dat je die laatste 50 meter eventueel nog iets hebt. Het is eigenlijk meer een 600 meter lopen, zoals Geert dat zo mooi tegen mij zei. En dus op die laatste 50 meter kan die ook nog echt versnellen. Zo heeft hij tijdens de World Indoor Tour nog een van de beste atleten uit Europa op de 400 meter verslagen. Hij hoort daar natuurlijk zelf nu ook tegenwoordig onder. Maar het masselijk verslagen op die laatste 50 meter. En dat is wel heel sterk als je dat nog kan op deze hoge snelheden die bij de 400 meter komen kijken. Maar goed, de tactiek is proberen wel in die eerste ronde als eerste, of na die eerste ronde als eerste weer de tweede ronde in te duiken. En dan maak je een goede kans om met het eremetaal naar huis te gaan. Ja, in baan 1 een plaatselijke favoriet, hè? Nout Waardenburg. Die kan je ook wel, neem ik aan. Hè? Ja, maar baan 1 is natuurlijk wel een lastige baan. Het is wel mooi dat hij in de finale staat. Absoluut. Dat absoluut. Is gewoon knap gedaan. Maar het is een van de sterkste 400 meter finales sinds een aantal jaren. 5 jaar geleden waren er volgens mij 3 atleten die onder de 47 liepen. Ik ben benieuwd of we dat vandaag ook gaan zien. Ja, dit zijn de 46 mannen die we hier zien, inderdaad. Tony van Diepen, kan hij zijn titel prolongeren? Dat is hier de vraag natuurlijk. De concurrentie komt uit de banen naast hem vooral. Want Jochem Dobber heeft ook uitstekend gelopen gisteren in de series. Ja, Dobber en Aggard goed weg. Ja, van Diepen ook, hè? Ja, Tony van Diepen die kan mooi jagen op Dobber. Dat is iemand die ook echt hard kan starten. Maar het is Aggard die al snel leed in te lopen op van Diepen. Ja, Aggard het komt nu al naast hem. Dringend geblazen. Maar kijk eens wat Nout Waardenburg is ook. Nout van Waardenburg ook erg goed vanuit baan 1. Op positie 4. Het is van Diepen op 2. Dobber op 1. Aggard op 3. Ze gaan hard door de bocht met z'n allen op een lint. Ja, Van Diepen heeft nog zijn eindsprint, hè? Tony van Diepen lijkt een beetje het in te houden. Het is Aggard die probeert aan te dringen. Maar Van Diepen gaat er mee aan de haal. Hij zet nog iets aan. Zijn sterkste wapen, de laatste 50 meter. Op de home straight. Overtuigend winnaar, Tony van Diepen. Ja, in een hele mooie tijd. Ja, en Aggard en een prachtige Dobber, tijd. Dat was heel close. 46-46 is de eerste tijd. Die zal iets gecorrigeerd worden, maar dat ziet er heel goed uit. 46-46. Fantastisch gelopen. Niet PR, want dat is 46-13. En ook een Nederlands record van hemzelf. Maar toch heel goed gedaan. Ja, je zag eigenlijk wel op het stuk waar ik misschien Tony al wel eerder had een aanval verwacht. Op het rechtstuk aan de overkant. Zag je hem een klein beetje inhouden. Terence Aggard dacht van daar kan ik van profiteren. Ik ga hem proberen in te halen. Maar het is van Diepen die uiteindelijk toch wacht op die laatste 50 meter. Zoals Grete Koens mij had verteld. Slaat hij toe als hij 800 meter lopen en pakt hij het goud. Ja, dan is er even de vraag wie de zilver heeft. Het is net Aggard geworden, maar het scheelde niks. Aggard half vallend over de finish. Maar ja, dat mag nou eenmaal. En daardoor is hij misschien net, kijk, 100ste. Ja, het was nauwelijks te zien. Dobber, derde. Dat zijn de 3 mannen in de medailles. Maar ook een persoonlijk record volgens mij voor Jochem Dobber. En dat zijn... Ja, we gaan nu naar Tony van Diepen op de baan. Tony, gefeliciteerd als eerst. Je begint deze race als favoriet. Hoe moeilijk is het dan om hem ook te winnen? Moeilijk. Ja, ik wist dat ik heel scherp moest zijn. De jongens zijn in topvorm. We hebben nog niet in zo'n goede race deze gelopen. Dus ik wist dat ze allemaal 46 in konden. En ja, dat is geen tijd van niks. Dus dan moet je 100% brengen. Dan denk ik,
Dat zie je ook wel als je de race volgt, want het kwam uit je tenen op het laatst volgens mij, of niet? Ja, nee, maar het laatste stuk is altijd sterkst. Alleen, ik kan niet anders dan 100% doen aan het einde. Want de jongens zitten gewoon vlakbij. En voor mij, ik ben ook nog naast me gelopen in de bocht. Dus ja, dan moet ik wel de volle bak aanzetten. Had je, toen je daar in de bocht liep, dacht je van ik ga hem nog pakken? Ja. Maar zo heb ik al mijn races dit seizoen gelopen. Hoe ga je deze titel weer vieren? Het is niet je eerste, maar hoe ga je hem vieren? Met een wedstrijd in Noorwegen. Op donderdag. We gaan voor 600 meter. We gaan weg op wereldrecord tempo met de Parfumastak als haas. Dus dat wordt gaaf. Dus de tijd, je gaat toch proberen om de tijd nog iets scherper te maken de komende weken? Ja, de 600 meter wel. Dus 400 meter zit erop en nog één wedstrijdje. Succes en gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, Tony van Diepen die zijn nationale kampioenschap gaat vieren met een wedstrijd in Noorwegen. Wat hebben we voor een race gezien? Ja, een hele mooie race, zeker weten. Tony laat zien dat hij toch wel echt de beste is. Wachten af, hè, bijna 200 meter te gaan nog. Zat hij eigenlijk in een prima positie. Jochem startte heel hard, volgens mij zelfs onder de 22 seconden. Nou, dan weet je dat het heel vlot gaat. Terns daar vlak achter. Ja, die blies eigenlijk langzaam op. En Tony die kwam er net voorbij. Ja, echt een hele, hele goede race. Want ook een mooie nummer 3. Ja, sowieso 2 en 3. Allebei verschrikkelijk goede tijden. Onder de 47 betekent gewoon dat je echt absoluut de wereldtop bent. En dat, ja, Nout van Wardenburg, de nummer 3 stond niet op het favorietenlijstje, laten we zeggen. Ja, Nout is Nout derde geworden. Volgens mij is hij derde geworden, ja. Zeker? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, volgens mij was hij vijfde. Hij is vijfde geworden, ja, oh, dat heb ik niet goed gezien. Ja. Oké, ja. Nee, maar het sowieso ook, hè, want dan heb je Ramsey zat er nog tussen en Nout kwam daarachter. Ja, allemaal 47 laag. Ja, het niveau is gewoon heel erg hoog. Dennis zei het net al, dit is misschien wel de snelste, sterkste finale van de afgelopen jaren. Nou, dat laat ze zien ook en dat belooft veel voor de 4x4 buiten. Want dat betekent dat je gewoon veel snelle mannen hebt en echt mee kan draaien met de beste. Dus dat is top. Als we nou naar zo'n Tony van Diepen kijken, hè, en dan richting Tokio, kunnen we dan van deze man wat verwachten? Vooralsnog is wat te hoog. Nou, daar zit nog wel een niveauverschil in. Indoor is hij verschrikkelijk sterk. Hij is tactisch heel erg goed. Hij kan mee achter mensen en het laatste stukje er voorbij. En buiten loop je een 400 meter in banen. Moet je het helemaal zelf oplossen. Daar heeft hij nog geen absolute toptijden gelopen. Nee, is hij wel toe in staat. Alleen ja, daar moet hij de komende jaren wel de stappen gaan zetten. Zeker weten. Daar is nog een slag te maken. Ja. Kun jij je voorstellen trouwens dat jij op je 80ste nog aan atletiek doet? Nou, dat ik dan sport, dat hoop ik in ieder geval wel. Maar of het atletiek is, dat... Maar gewoon hier dan, Omnisport? Ja. Nou, ik denk het eigenlijk niet. Nee. Nou, ze zijn er wel hoor. Vanmorgen hebben wij bijvoorbeeld gekeken naar een hoogspringer. 80 jaar. En deed hier gewoon mee. Nou, het ging weer. Ja, het half jaar niet gedaan en door allerlei oorzaken. Nou ben ik 80 geworden en dan kom je in een andere groep. En dan, maar ja, dan heb je geen concurrentie meer, maar de hoogte, het ging. Ik had al 1.15 gehoopt. Maar ik had gedacht 1.13 moet haalbaar zijn. Nee. Net niet? Net niet, nee. Haalt u dan nog? Ja, maar dat komt later nog. Maar ik ben wel tevreden dat ik dus die andere hoogtes wel gehaald heb. Want je begint weer voor het eerst na een half jaar. Is het dan ook zo, als u hier kinderen ziet rennen en u bent zelf aan het hoogspringen, dat het u misschien nog een beetje jonger houdt? Je denkt er wel aan en... Je probeert je jong te houden en dat naar gevoel lukt het aardig. Best wel lastig, want ik werd wel continu achter me aan gelopen. Maar ik probeerde ervoor te blijven. Wat maakt dit hardlopen nou zo mooi? Nou, gewoon in zo'n mooi groot stadion ding. En... als je iets wint, is het natuurlijk ook hartstikke blij. Ik dacht dat ik me zou winnen, maar toen het eerste.
Ik dacht, ik zat zo ver dat niemand me meer in kon halen. Wat ga je met de medaille doen? Een camera. Hebben jullie nog een droom in het hardlopen? Ja, naar de Olympische Spelen. Ik ook. Ja, die kinderen willen nog naar de Olympische Spelen. Dat zal die 80-jarige hoogspringen in ieder geval niet meer lukken. Bij het voetbal is er altijd ontzettend veel discussie over de videoscheidsrechten. In de atletiekwereld brengt hij vooral rust. Duidelijk, geen problemen. Videoscheidsrechter akkoord. Dat betekent eigenlijk dat wij alle races, met name looponderdelen, controleren of er niks geks gebeurt. Met name lijnfouten, mensen die te vroeg naar binnen gaan, duw- en trekwerk. En we controleren uiteraard ook mee de valse starts bij de sprints. Video scheidsrechter aan ET en scheidsrechter lopen. Disqualificatie, baan 4, stap op de lijn, startnummer 33. Wat zag je? Nou, ik kijk hier live mee en ik zie als ik iets zie in de bocht, nou, zit er dicht op, attendeer ik mijn bedieners erop. Kijk even mee, baan 4 bij de start, zodat zij direct terug kunnen kijken op de beelden. Spoelen we terug en dan halen we op verschillende snelheden om te kijken of er daadwerkelijk iets gebeurt. Hoeveel camera's heb je eigenlijk hangen? We hebben hier in het Omnisport 21 verschillende camera's hangen. Alle bochten en verder ook bij alle technische onderdelen staat minimaal 1 camera om alles te controleren. Deze is ongeldig, dat is net hier ook wat. Maar deze is dan wel geldig, want die is er net niet op. En deze is ook geldig, want die is er net niet op. Als we daadwerkelijk een overtreding zien, melden wij dit aan alle scheidsrechters aan de elektronische tijdwaarneming. En melden wij inderdaad de disqualificatie. Atleten worden dan gedisqualificeerd en kunnen altijd hierboven de beelden terugkijken, mochten zij daar in protest kunnen gaan. In principe mag iedereen de beelden bekijken die binnen de serie een persoon is, zeg maar, of de trainer of de atleten. Die worden vanuit het meldbureau hier naar boven gestuurd om te vragen waar we willen graag de beelden zien. We hebben eventueel een protest of we zien iets, iets verkeerd gezien. Ons ontschiet ook nog wel duidelijk iets, dus wij gaan even controleren op of hij daarbij gelijk heeft. En meneer had inderdaad gelijk, we zagen inderdaad nog een voetje binnen op de lijn. Nadat ze de beelden hebben gekeken, zijn de meeste atleten wel berust worden zien. Oh ja, we hebben daadwerkelijk een fout gemaakt. Sommige zaken blijven altijd nog discutabel, maar het gaat natuurlijk niet zo erg als bij het voetbal, moet ik zeggen. Hoe vaak grijp je eigenlijk in op zo'n dag? Eigenlijk wel verschillend, ligt een beetje aan de verschillende onderdelen. Met name op de 200 meters en de 400 meters worden wat vaker lijnfouten gemaakt. Als we nu kijken in het voorprogramma hebben we 2 keer ingegrepen vanwege een voetje aan de binnenkant van de lijn. Dus als je zo kijkt, denk ik dat je gemiddeld zo'n 5 tot 6 keer daadwerkelijk ingrijpt, op zijn maximaal. Maar eigenlijk wordt elke race daadwerkelijk goed gecontroleerd. En soms bij twijfel laten we de atleet het voordeel van de twijfel krijgen. We gaan ons hier opmaken voor de finale van de 800 meter vrouwen. En als je het dan over de 800 meter hebt en vrouwen, ja, dan komen we allemaal met 1 naam. Elle van Lange, wat leuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Natuurlijk de Olympisch kampioen 1992 Barcelona 1:55:54. Klopt. En ook nog steeds houder van het Nederlands record outdoor, hè? Ja, dat klopt. Er wordt wel tijd dat ik weer verbroken word, dus hopelijk dit jaar. Ja, dat geldt trouwens ook voor het Nederlands record indoor. Dat staat volgens mij nog steeds op naam van Esther Goossens. 2001, gelopen in Stockholm. Ja, ja. Jij hebt heel veel nationale titels. Gaan we het zo over hebben. Maar volgens mij moeten we nu kijken wie deze titel vandaag gaat pakken. Ja, het is natuurlijk geweldig dat zo'n topper als Ellen van Lange meekijkt naar deze race. De toppers worden nu voorgesteld van de huidige generatie. Suzanne Voorrips natuurlijk, de vriendin van Tijmen Kupers. Uit Lengel. Zo kennen we haar, maar ze komen. Zij komt uit Groningen en daar heeft Tijmen haar ook leren kennen. En zij gaat de strijd aan met Sanne Wolters Verstegen uit Rotterdam. Vanuit baan 5. Ja. Vroeger 1500 meter lopen, loopster. Maar geswitcht naar de 800 en met succes. Het is vanuit baan 1. Wie pakt de kop? Wordt wat geduwd. Ja, we hebben Kirsten Otten ook nog. Anke Zonderland, Annemarie Slangenwal en normaal gesproken kan Marissa Damink, ik zeg het weer verkeerd, sorry, uit Roosendaal ook nog misschien mee dan de medailles. Voorlopig loopt de Damink nog niet echt Het is Wolters Verstegen op kop.
met daar vlak achter Susanne Voorrips. Het zijn eigenlijk de twee uitgesproken favorieten voor deze finale. Maar ik moet er wel bij zeggen, Sanne Wolt-Versteegs liep gisteren op schoenen. En ik kan het nu niet goed zien, maar volgens mij loopt ze vandaag wel weer op spikes, maar wel met een ingetapen enkel. Dus het lijkt alsof ze hier met een blessure aan de start staat. En zoals we Sanne kennen, gelijk vanaf kop probeert ze het tempo te bepalen en bepalend te zijn voor de race. Maar uiteindelijk wordt ze nu wel een beetje gevolgd door Susanne Voorrips en de atleet van Rotterdam Atletiek, Marissa Damink. Ja, Damink is even naar de tweede plaats opgeschoven, maar dat vindt Voorrips niet goed. Voorrips met die hele lange sokken, hè, die hele kuiten afschermen. Dat zie je ook bij Bram Som heeft daar figuren mee gemaakt, maar Tijmen Kupers doet het ook en zijn vriendin dus ook. Ja, het zijn die bekende compressiekousen inderdaad. Maar het is nog steeds Wolt-Versteegs die actief de leiding houdt. Ze begint al een beetje voorzichtig te versnellen richting die laatste ronde. Ja, Voorrips gaat moeiteloos mee. Damink komt niet verder dan de derde plaats. Moet misschien maar die andere is Voorrips die als kijk, eerste laatste Voorrips ronde nu al. Ja, dit is duidelijk. 1.36 komen ze door. Het wordt ook nog wel een redelijke tijd, maar zeker geen verbetering van het baanrecord. Dat zit er niet in. Maar komt Sanne Wolt-Versteegs nog terug? Speedy Susan, lukt het er nog? Het wordt een heel moeilijk verhaal, denk ik. Het is Voorrips die nog lekker blijft lopen. Ze houdt het tempo hoog. Het gaat er meer om wie verzwakt het minst van deze lopers. Het is nog steeds Voorrips. Overduidelijk aan kop. Het is Wolt-Versteegs die licht begint te verzwakken. Maar het is Damink vanuit 3 die misschien nog wel 2 gaat. Nee, het is Voorrips. 1 Voorrips, 2, 3. Marissa Damink. Dat zijn de medailles hier op de 800 meter. Ja, het is een mooi podium, Dennis, hè? Ja, zeker. Eerlijk gezegd had ik het ook wel een beetje verwacht dat Susanne zou winnen. Ik vind Wolt-Versteegs dit seizoen nog heel erg sterk. Ze heeft volgens mij weer een blessures gehad. Is weer op de weg terug. Maar goed, ze heeft toch alweer een 2.03 indoor gelopen op de 800 meter. Dus prima voor nu. Maar haar blik is natuurlijk vooral gericht op wat er in de zomer allemaal gaat gebeuren. Ja, de tijd is niet heel belangrijk. 2.07.47, de winnende tijd voor Susanne Voorrips. Ze is er wel ontzettend blij mee natuurlijk. En terecht. Ze verslaat hier natuurlijk wel Wolt-Versteegs die wel een behoorlijk stuk sneller loopt normaal gesproken op die 800 meter. Ja, en Sander Maas van der Brink staat bij de winnares van de 800 meter. Ze neemt net even een slokje Adrik, want dat heeft ze nog even nodig. Susanne, ik zei al, staan we weer. Gefeliciteerd. Hoe ging die dit keer? Ja, goed. Het ging me echt alleen maar om de winst. En het tempo ging niet zo hard. Het enige wat ik dacht is, op de bel moet ik vooraan zitten en dan ga ik echt sprinten voor mijn leven. Ah, dat is gelukt en het was vlug om te winnen. Dus ja, ik ben heel blij. Hoe pittig was hij deze keer? Nou, ik was echt wel gefocust. Ik weet niet. Ik zat er echt lekker in. Ik voelde eigenlijk gewoon niks. Het was gewoon rennen en zo hard als je kan eigenlijk. Wil je daar nou mee zeggen dat het best wel makkelijk was? Nee, zeker niet. Maar soms heb je, als je goed in vorm bent, dat je geen pijn voelt, weet je wel. En dan, nou ja, zo'n dag was het vandaag. Dan weet ik dat er op de tribune zitten altijd wat aanmoedigingen voor je. Tijmen Kupers natuurlijk. Ja. Heb je er nog wat van gehoord? Nou, ik voel het hier. Nee, ik hoorde echt niks tijdens het lopen. Maar ik weet dat hij er wel zit. Ik denk als ik zwaai, ja, dan zwaait hij vast wel terug. Nee, ja, vorig jaar stonden hier natuurlijk samen. Nu moet ik het even hier alleen doen, maar auto, restaurant, staan we er vast weer met z'n tweeën. Jij houdt de eer nog even voor hem hoog, want hij haakte af dan voor het indoor seizoen, ja. voor deze wedstrijd. Nou, 2020 is nog lang, hè, en er gaan nog veel mooie dingen komen, dus hij komt nog wel terug. Maar allereerst, jullie gaan nu eerst weer gewoon samen vieren vandaag, hè? Zeker, ja. Ja, dat is één ding wat zeker is, ja. Dankjewel. Ja, en Tijmen Kupers zien we hier later vandaag nog aan tafel. Ellen van Lange, ik zei ook heel veel nationale titels heb jij gehad, maar eentje indoor. Hoe kan dat? Ja, ik heb altijd heel weinig indoor gedaan. En dat vond ik heel jammer, want indoor is superleuk. Want het publiek zit er veel dichterop. Ja, de rondjes zijn natuurlijk kleiner. Ja, je loopt er natuurlijk ook meer. Maar het is wel heel, heel snel, heel veel actie. En ik had het dus eigenlijk veel vaker willen doen. Maar ik ben heel veel geblesseerd geweest. En vooral Achillespezen. En dan mocht ik gewoon niet altijd indoor doen. Maar de bochtjes zijn ook scherper. Dus ja. Dat verklaart die ene titel. Ja, ik vroeg het me af. Hoe kijk je naar deze race, Pieter? Ja, het was eigenlijk een mooie race. En we weten van Sanne dat ze vaak gewoon hard start. En dan kijkt of ze het vol kan houden. En dat probeerde ze eigenlijk nu ook. Dan mist ze misschien toch een klein stukje voorbereiding. Hè. Wat Dennis zei, ze heeft een Achillespezen blessure. Ja, en die zal vandaag ook wel een klein beetje roetend eten hebben gegooid.
Ja, en dan komt Suzanne het laatste stukje gewoon hard voorbij. Die was gewoon de sterkere en die finisht gewoon goed. Dus prima race. Volg jij atletiek nog op dit niveau? Want jij bent met hele andere dingen bezig, weet ik. Ja, ik zit wel iets meer in de internationale atletiek. En op Nederlands niveau wel de toppers. Ik bedoel, die volg ik wel. Maar het niveautje net eronder, niet altijd. Maar dan is het juist ook dus wel weer leuk als je dan weer wat nieuwe namen ziet. En die gewoon heel goed ziet presteren. En daarom vind ik het ook heel erg leuk om bij zo'n NK Indoor te zijn. Want dan let je daar weer gewoon meer op. Jij, ik zei het al, organiseert hele grote sportevenementen in Shanghai. Ja. Mei dit jaar, hè? Ja. Komt dat een beetje in gevaar nu met het coronavirus? Ja, ik bedoel, we zijn dus nu heel erg bezig met van hoe gaan we dit aanpakken. We zijn natuurlijk met de Chinese autoriteiten in contact. Met de Diamond League organisatie van ja, wat gaan we doen? Want alles in april is al zo'n beetje afgelast. Ja, precies. In mei nog niet. En zo denken ze ook in China. Hè? Eerst maart en dan april. En voor hun is mei nog een soort van oké. Maar ja, realistisch gezien natuurlijk niet. Welke atleet zou er eigenlijk voor de Olympische Spelen nu naar China gaan in mei? Als ik het Pieter vraag, denk ik niet dat hij zegt van doe maar. Toch? Nee, ik denk dat de kans klein is dat die wedstrijd dan door zou gaan. Ja. Maar zouden jullie hem dan verplaatsen of wat zouden jullie ermee doen? Ja, daar zijn we dus nu mee bezig. We kijken nu naar gewoon wat is plan B, wat kunnen we doen. Maar het zijn twee Chinese Diamond Leagues en één Continental Tour Meeting in Nanjing. En die twee Chinese Diamond Leagues, ja, die zijn het belangrijkste. Dus die moeten eigenlijk dan nog een plek in de kalender krijgen later in het jaar. Maar dat is niet makkelijk. Maar we zijn met alle partijen daar nu mee bezig. Jullie zouden de locatie niet kunnen wijzigen? Nee, dat kan eigenlijk niet. Want, dat is veel te kort daarvoor. Ja, de Chinese sponsors, die betalen die wedstrijd. Die gaan daar niet voor betalen als je het ergens anders houdt. Dus dat is financieel eigenlijk niet rond te breien. En ook organisatorisch wordt dat een hele klus. We praten daar zo nog even over verder. Jij kwam hier twee weken geleden al in actie, hè? Nederlands kampioenschappen, meerkamp. Daar deden ook toppers mee uit onze provincie die hun weg naar Tokio iets anders uitgestippeld hadden gezien. Gaan we even naar kijken. Pieter Braun en Ilko Sint-Nicola strijden normaal gesproken met elkaar op de meerkamp. En dat deden ze twee weken geleden ook op het Nederlands kampioenschap. Totdat... Ik stopte mij. De Apeldoorner viel uit met een hamstringblessure. Het eerste wat je denkt is oké, kut, dat was het. Sorry voor mijn taalgebruik. En daarna ga je denken, oké, hopelijk valt de schade mee. Maar wat ik net tegen een paar anderen zei, het vervelendste is dat het komt eigenlijk vanuit niks. En dus was de meerkamp voor Sint-Nicolaas abrupt voorbij. Een tegenvaller nadat hij eerder ook al te horen kreeg dat de WK Indoor niet doorging vanwege het coronavirus. En meerkampen in competitieverband, dat kan al niet zoveel. En dat terwijl de Spelen dichterbij komen. Ja, zorgen wel. Aan de andere kant, ik ben al te Spelen geweest. Het is niet iets dat ik echt nog per se moet bereiken. Het is absoluut een doel, het is absoluut een uitdaging. En daar wil ik graag staan en daar wil ik laten zien dat ik er nog ben. En zeker als topsporter moet je een groot doel hebben. Anders zijn er trainingen die ik niet graag doe zonder doel. Weet je, er zijn tempo trainingen waar ik niet naar uitkijk, maar waarvan ik denk, ja, dat doe je voor een groter doel. Dus ja, ik hou wel graag een groot doel. En ook Pieter Braun had de WK graag gedaan als voorbereiding richting de Spelen. Ja, dat is wel jammer. Kijk, daar kan je echt meten met de wereldtop. Hier moet je het doen met de nationale top. En dan heb ik het geluk dat mijn trainingsmaatjes gewoon fantastisch gaan. En dat ik eigenlijk constant word opgezweept door hun goede prestaties. Dus in dat opzicht, weet je wel, kan ik ook hier een hele goede mee kan draaien. Ja, kijk, het is jammer, maar nu met dat hele virus zo, ik vind het prima. Gewoon na dit weekend, dan is het weer hard trainen en dan kijken we richting Tokio. Maar echte zorgen zijn er niet bij hem. Hij blijft vooral rustig en zoekt andere wegen. Nou, eigenlijk na dit NK besluiten we of ik nog een soort Grand Prix meeting doe in Oostenrijk. In Götzis, eind van het jaar. Of einde van mei. Dus misschien doe ik dat dan nog en dan daarna hebben we natuurlijk de Olympische Spelen. Ja, we hadden graag nog even verder gepraat met Ella van Lange. Maar we hebben de volgende gast alweer aan tafel staan. Van harte welkom. Ik moet even kijken waar we zijn gebleven nu. Ad Roskam, hè? Ja, ik was uw naam even kwijt. U bent technisch directeur van de Atletiek Unie. Ja, we hadden het er net met Ella al even over. Het coronavirus, dat gooit heel veel voorbereidingen voor atleten in de war. Ja, zeker. Het meest actueel is natuurlijk het helemaal vervallen van de WK Indoor. Wat voor een aantal atleten ook wel veel impact heeft. Maar het dreigt nog wel even verder te gaan met wat betreft het overhoop gooien van de wedstrijdkalender. En daarmee eigenlijk ook de kwalificatietrajecten voor de Olympische Spelen. Dus dat is wel een dingetje. Voor heel veel mensen best lastig. Hè? Want enerzijds gaat het om een ranking en aan de andere kant gaat het om het behalen van limieten. U zei het al, het WK in China is komen te vervallen. Dat is dan zo'n wedstrijd waar je heel veel punten kunt pakken.
Ja, het rankingsysteem zit zo in elkaar dat je voor je prestatie een aantal punten krijgt. Dus hoe beter je presteert, hoe meer punten. Maar op bepaalde toernooien kun je pluspunten verdienen als je hoog eindigt. En daar is een WK een hele grote puntensprokkelaar in. Dus in die zin is dat erg vervelend. Ja, jij weet hoe vervelend dat is, hè? Nou ja, niet deelnemen aan een WK is natuurlijk sowieso vervelend. Maar er zijn gewoon heel veel atleten momenteel die... De directe limiet, er is ook een limiet die je direct kan halen, waardoor je gewoon zeker bent om mee te doen. Maar die hebben ze zo hoog gelegd, dat er wordt maar een heel klein groepje die dat kan halen. Maar er is nog een hele club onder, ja, die het moeten hebben van die world ranking. En grote wedstrijden in het buitenland leveren gewoon extra bonus op, hè, wat Ad ook net vertelt. Als je kan laten zien dat je goed bent op het moment dat het moet, dan krijg je een soort bonus. Nou, dat wil je dus hebben ook later in de Spelen. Ja, als al die wedstrijden wegvallen, ja, dan kom je wel in de problemen natuurlijk. Je kan niet bij de instuifwedstrijdjes in Nederland die punten halen, dus dan wordt het heel moeilijk. En die atleten die zich gefocust hadden op dat WK in China, wat nu? Wat moeten zij nu doen? Nou, er zit niet veel anders in dan het indoorseizoen gewoon te laten voor wat het is en je te gaan voorbereiden op het zomerseizoen. Die wedstrijden beginnen eind april, begin mei. En ja, zorgen dat je daar dan je ranking veilig stelt. Ja, ik hoor het jou ook al zeggen, hè? De limieten zijn soms extreem hoog. Ja, het zijn natuurlijk Olympische Spelen, dus de hele wereld wil daar zijn. Dus de beste van de wereld, ja, die zijn daar ook. Dus ja, daar moet je je wel tussen knokken. Ja, ja, maar als maar een heel klein clubje dat kan halen, dan is dat toch best misschien een heel gek systeem? Nou ja, voorheen was het dus zo dat je de limieten zo maakte, of dat werd gemaakt, waardoor er ongeveer 30, 32, hoeveel het er precies zijn, weet ik niet, mee kunnen doen. Maar nu, omdat ze dus dat ranking systeem willen introduceren, hebben ze hem gewoon verschrikkelijk hoog gelegd. Zodat er de absolute top haalt hij dan toch wel. En de rest moet zorgen dat hij die bonuspunten gaat halen. Want ze willen gewoon, wat ik net zei, geen deelnemers meer die het achteraf ergens een beetje vaag hebben gehaald. En dan bij de Spelen komen en dan heel erg slecht zijn. Ja. Want er zijn mensen thuis gebleven die misschien wel dat niveau daar hadden kunnen laten zien. Dus daarom hebben ze dit geïntroduceerd. Dus eigenlijk is het een heel eerlijk systeem. Nou, het is een eerlijk systeem, maar nog een beetje vroeg. Het moet nog een beetje ontwikkelen. Alle technische verwikkelingen die eraan zitten, die leveren nog wel wat discussie op. Ik zal één voorbeeld noemen. Het is bijvoorbeeld zo dat hele goede topatleten die bijvoorbeeld uitgenodigd worden voor Diamond Leagues, die stellen wel eens voorwaarden van ja, ik wil wel komen voor de nodige centen. Maar dan moet mijn trainingspartner moet ook mee. Of twee trainingspartners. En die komen dus binnen bij zo'n belangrijke wedstrijd. En dat neemt de plek van een andere atleet in. Dus zo zitten er wel een paar puntjes aan dat rankingsysteem met wat haken en ogen. Maar het aantal deelnemers blijft gelijk. Het oude systeem of het nieuwe systeem. Uiteindelijk is het aantal wat kan starten op de Olympische Spelen, dat is hetzelfde. Maar sport en commercie blijft een lastige combinatie, hè? Ook bij de atletiek. Zeker weten. Ja, daar loop je dan tegenaan. Heb jij daar wel eens mee te maken gehad? Nou ja, ik als meerkamper heb iets minder te maken met die hele geldkwestie, wil ik het misschien niet noemen. Maar ja, wat Ad net ook zegt, er zijn gewoon managementbureaus of atleten die bepaalde voorwaarden kunnen stellen. Ja, dan ontstaan er gewoon rare situaties. Dus heb ik dat zelf meegemaakt? Misschien nee. Maar ik geloof heel erg graag dat het er wel is, zeker. Jij moet pieken op bepaalde momenten, hè? Want als meerkamper kun je niet, je kunt niet even 10 meerkampen zeg maar per seizoen doen, lijkt me. Nee, zeker fysiek niet te doen. Nee, ja, als je fysiek in de absolute bloei van je leven zit, dan is 4 denk ik echt maximaal haalbaar. Nou, ik heb nu al 1 meerkamp binnen gedaan. Nou, dan wil ik er eentje misschien eind mei doen en dan de Spelen. En dan zit je dus al op 3. En dan is het daarna maar kijken hoe het lijf voelt en hoe je mentaal ook nog vooral bent. Dus nee, ik kan zeker niet ieder weekend wedstrijd doen. Dus het is belangrijk dat ik op de momenten dat het moet, dat je er dan ook echt staat. Is dat ook de reden dat jij bijvoorbeeld vandaag hier niet meedoet aan individuele onderdelen? Dat had gekund, hè? Ja, of misschien zelfs wel medailles kunnen pakken nog. Dat had ook gekund. Zeker mijn sterkere nummers, daar kan ik me goed meten met de Nederlandse top. Dan kan ik meedoen om medailles. Maar ja, ik heb mijn hoogtepunt 2 weken terug gehad. En om dan nu weer eigenlijk risico te nemen voor een onderdeel wat ik eigenlijk niet doe. Weet je wel, ik doe de meerkamp, ik ben geen verspringer. Dan kan ik hier wel een risico gaan lopen om een blessure te halen. Om misschien dan Nederlands kampioen verspringer te worden. Maar die meerwaarde is voor mij, die is er niet echt. Dus dan heb ik liever zoiets van, oké, stapje terug, wat rust. En dan bouw ik eerder op
naar belangrijkere momenten. Want anders moet ik na deze wedstrijd weer even rust nemen. Dus ja, het is een beetje keuzes maken. Wat vindt u eigenlijk van dit NK? Loopt het allemaal naar wens? Ja, voor zover ik het volg. Ik kijk natuurlijk vooral naar de prestaties. Zeker, ja. We zijn dik tevreden. Er zitten hele mooie prestaties tussen. En een aantal jonge talenten die zich aandienen. Dat is vooral een NK belangrijk voor dat talenten zich laten zien. We zagen gisteren bijvoorbeeld een prachtige winnares bij de 60 meter vrouwen. Als we dan over jong talent hebben, ja, de Katie Sedel. Ja. Ja. Dus, en er zijn er nog wel een aantal van. Dus daar zijn we zeer tevreden over. Een EK hier zou ook best lekker zijn een keer. Zou best lekker zijn, ja. Ik had het daar met Pieter voor de uitzending over, eventjes over vooraf. Het is best lastig om dat naar Nederland te halen. Want ook daar heb je met allerlei politieke spelletjes te maken, kennelijk. Ja, je zegt het politiek. Hè. Politiek en commercie zijn een belangrijk element in het binnenhalen van toernooien. Maar daar werken we wel constant aan. Alleen ja, je moet soms ook met de timing een beetje geluk hebben dat er niet andere sterke kandidaten zijn of landen die te veel geld hebben, zeg ik dan maar. Dus dat soort dingen wegen ook mee. Maar dat is toch mega frustrerend? Want we hebben alles in huis om zo'n evenement te organiseren. Ja, nee, het is wat je zegt. Mega frustrerend. Maar geduld hebben, zegt u, en op de juiste momenten dan je punt maken. Ja, is dat het? Aanhouden wint. Ja, laten we het hopen. Hè? We maken de sport alleen maar mooier. Ja, zeker. Ja. Het zijn dingen waar jij helemaal niet mee bezig moet zijn. Hè? Je moet gewoon met soort... We gaan straks kijken naar... Ik moet even kijken, wat hebben we nu op de 800 meter voor mannen? Wie zijn de kanshebbers, Pieter, daar? Nou, eerlijk gezegd ben ik niet gespecialiseerd in de mannen 800 meter. Maar ik weet dat Maarten Pluimeter, geloof ik. Die heeft afgelopen week nog een 1000 meter gelopen in Frankrijk tussen de absolute top. En dat zag er eigenlijk uitstekend uit. Dus ik weet dat hij in ieder geval in uitstekende vorm is. Nog iemand die in vorm is? Bram Buigel, wellicht? Ja, ik denk het wel. Onze bekende top 800 meter loper, die is natuurlijk geblesseerd, dus die loopt niet. Maar die zal zo even de race van commentaar voorzien, begrijp ik. Maar die twee namen, dat zijn wel de favorieten. Het baanrecord staat in ieder geval nog steeds op naam van Tijmen Kupers uit Gelderland. En het nationaal record overigens ook, Bram Som, dateert uit 2003. Ja, of dat verbroken wordt vandaag, Jan Sommerdijk en Dennis Licht. Nou, wij durven wel te voorspellen dat dat niet gaat gebeuren. Want Tijmen Kupers is de enige die dat zou kunnen. En die is er dus wel, maar niet als loper. 7 keer kampioen, maar er komt nu een nieuwe kampioen. En dat zou deze Maarten Plaumelis kunnen zijn. De Limburger, 23 jaar. Het is een heel jeugdige finale met bijvoorbeeld ook João Lobles daarbij. Pas 18 jaar. En de man uit Den Helder maakt een spectaculaire ontwikkeling door. Hier zien we hem met het kleine knotje. En we hebben ook nog Ludo van Nieuwenhuizen, de pupil van Yvonne Hak, die we gisteren de analyses hoorden doen. Ludo van Nieuwenhuizen was de beste gisteren bij... de series qua tijd. Klopt, inderdaad. Maar ook wel mooi om te vertellen is dat João Lobles ook de Nederlandse recordhouder op de 400 meter is. En wat mij betreft wel een van de uitgesproken favorieten is voor vandaag. Nou, we gaan het zien of hij zich bij de senioren ook kan onderscheiden. Ludo van Nieuwenhuis is de man in baan 3 met zwart met rood. Maar naar voren komt nu meteen al Plaum. En er wordt, kijk wat duwen en trekken. En dat gaat ten koste van Tom de Leeuw. Die wordt er even aan de kant gezet. Ah, het is Bugel die de kop pakt. Ja. En daarachter is het Ryan Clark van Team Distance Runners uit Noord-Holland. Het is Maarten Plaum in 3. Die probeert het een beetje te overzien allemaal. Hij is wel qua tijd misschien de favoriet. Maar het is denk ik Lobles misschien de grootste uitdaging voor hem. En Bugel die gaat vooralsnog op kop. Is ook iemand die dat goed kan. Die heeft natuurlijk al menige keren ook Tijmen Kupers geholpen aan een limiet. Hier ook in het Omnisportcentrum. Ja, we hebben hier vaak teamspelletjes gespeeld, gezien worden door de Groningen atletiekmannen. Dat wordt nu moeilijker, want de Leeuw is duidelijk minder sterk. Het zal echt van Bram Buigel alleen moeten komen. De 24-jarige man uit Groningen, die nog goed wordt gevolgd door Clark. Die Lobles, die wacht heel sluw af, denk ik. Hè? Ja, dat is natuurlijk, hij heeft een hele sterke 400 meter, dus... Hij wacht inderdaad af. Je ziet het ook aan het pasritme is vrij laag. Dus, die gaat nog echt wel een keertje toeslaan. Het tempo ligt ook niet super hoog. Maar het is Bram Bugel die dan misschien ook al het lekker vindt om dit tempo te lopen. Daar kan hij het nog overzien. Maar het is in ieder geval Maarten Plaum. Met aanval. Ja, ja. Bij de bel gaat Plaum in de aanval. En daar komt Lobles ook. Voorspeld door jou, Dennis. Nou, het is Plaum bij een doorkomst van 600 meter in 1.24. Wat niet zo hard is. Maar het is Lobles die goed gaat volgen. Komt. Ludo van Nieuwenhuizen gaat zich ook melden. Maar die komt er niet bij. Ja, naar de derde plaats gaat hij. Maar het wordt een strijd tussen Lobles en Plaum. Plaum trekt goed door.
Lobles probeert zijn pasfrequentie nog hoger te maken. De sprint van Lobles, kan hij het halen? Het is een ruime arm in zet, nek aan nek. Lobles wordt kampioen. João Lobles, hele knappe race gelopen, heel goed gewacht. En dan lopen ze nog tegen elkaar gaan op de finish. Van Nieuwenhuizen knalt tegen Plaum op, maar wat maakt het uit? Die Van Nieuwenhuizen is derde, is er ook blij. Plaum geklopt op waarde door Lobles. 18 jaar, zijn eerste titel bij de senioren. Dennis, is dit weer een nieuw atletiek fenomeen wat we hier zien? Ja, eigenlijk had ik dat al een beetje gezien natuurlijk bij de Nederlandse kampioenschappen, bij de junioren. En het is inderdaad een atleet voor de toekomst. Maar al eentje met een heel veel snelheid in de benen. Traint bij een middellange afstandsgroep. Maar doet het vooralsnog heel goed op die 400 meter. Ja, dit is een atleet voor de toekomst op die 800 meter. In de toekomst wellicht een grote uitdaging van Tijmen Kuipers. Ja, 1:50:23, dat is nog geen tijd die heel veel indruk maakt. Maar het zat vooral in die laatste ronde, die enorme versnelling die daar werd geplaatst. Dat was heel indrukwekkend. Ludo van Nieuwenhuizen, heel knap derde. Daar zal Yvonne Hak zeer blij mee zijn. Ryan Clark vierde en Groningen Atletiek jarenlang hier de prijzen gepakt. Nu 5 en 6 in de finale. Die krijgen een geweldige tik. Tom de Leeuw en Bram Buigel vijfde, de Leeuw zesde. Ja, die heeft het geprobeerd, Buigel, maar het ging helemaal mis. Mooie strijd tussen Lobles en Plaum. En Sander Maas van der Brink staat nu bij de winnaar. Ciao Lobles, gefeliciteerd. Je eerste indoor titel op de 800 meter. Gefeliciteerd bij de senioren, gefeliciteerd. Hoe ging de race voor jou? Het was zwaar. Ik voelde me niet... Van tevoren voelde ik wel altijd wat pijntjes en zo. Maar voor de rest ging het wel goed. Ik zat nog best wel fris bij 400 meter. Vierde plek wel lekker gebleven, voelde wel lekker. En ik dacht van ja, laatste ronde. Dan gaat het maar, dan gaat het nog gewoon versnellen. En ik moet gewoon meegaan. En ik zat bij 700 best wel fris. Alleen in de bocht. Toen voelde alles ineens heel zwaar. Dus dat was wel even doorbijten. En ja, gewoon alles geven wat ik had. En dat kwam dus uit. Je begon vrij achterin. Was dat zo, had je het zo bedacht? Nee, dat was best wel veel gedurende trek. Ik wou het liefst een beetje derde lopen, vierde. Had ik afgesproken met Gudo. Maar ja, ik dacht van ja, vierde. Vind ik wel prima zo, ik voel me goed en ik hou me aan het plan. En ja, dat is wel goed gekomen, dat is wel best wel veel geduwd getrekt, dus het liefst zou ik daaruit blijven, maar ja, het is nou helemaal niet zo. Laatste vraag, je had twee favorieten, Plaum en Buigel, die erbij, jij verslaat ze, hoeverre doet dat je goed? Ja, ik heb vorige week natuurlijk ook heel sterk gelopen, dus ik voelde wel van, ik kan ze wel hebben. Alleen het is wel spannend, de race. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Lobles, de nieuwe Nederlandse kampioen op de 800 meter. Tijmen Kuipers, van harte welkom. Zojuist ontroond. Hoe voelt dat? Ja, het is helaas al een keertje eerder gebeurd dat ik niet kon meedoen. Maarten Plaum won toen outdoor de titel. Dus ja, ik had eigenlijk ook verwacht dat hij hier de titel zou pakken. Maar ja, João Lobles was wel de grote uitdager en die heeft het gewoon waargemaakt. Jouw uitdager voor de toekomst hoorde ik net. Ja, sowieso. Er moeten sowieso nieuwe mensen komen die mij of anderen uitdagen. Dus dat is alleen maar mooi. Ja. Leuk. Ja, want als we dan kijken dat het nationaal record bijvoorbeeld nog steeds in handen is van Bram Somme uit 2003. Ja. Dan wordt het wel tijd, hè, voor nieuw talent. Nou ja, daar baal ik ook van. Die had ik eigenlijk al eerder willen pakken. Dat hadden we ook van je verwacht. Ja, dat heeft Bram ook tegen mij gezegd. Inderdaad. Ja, die moet je wel pakken. Nou ja, ja. Het is toch wel moeilijker dan dat het lijkt. En ja, ik heb hier in 46-2 tijdens een NK een keer gelopen. Ja, het is me daarna nooit meer gelukt om zo hard te lopen. Dus ja, je moet echt in topvorm zijn. Je doet niet mee vandaag. Ja. Geblesseerd? Ja, nou ja, het autoseizoen is het belangrijkste. Dus ik heb gewoon twee kleine verrekkertjes gehad. En dan, ja, één is oké. Dan kun je nog wel weer terug gaan trainen. Toen kwam er nog eentje. Nou ja, dan heb je gewoon een groot risico dat het weer komt. En dan is het gewoon, ja, ga je dan nu risico nemen om hier te staan? Zonder dat er een WK aan vast zit bijvoorbeeld. En heb je dan het risico dat je dan in het autoseizoen je niet later in vorm bent. Omdat je toch nog weer wat lasten hebt. Ja. Dus dan gewoon risico en dan precies. Loop je achter de feiten aan. En dat wil je gewoon helemaal niet. Precies. Je moet het nu gewoon even uitstellen dat je gewoon de grootste kans hebt om op het grootste toernooi te komen staan. Je gaat geen onnodige risico lopen. Anders was hij toch gewoon nationaal kampioen geworden vandaag?
Nou ja, je moet het altijd nog even doen. Maar ja, timen is wel echt... Als timen goed is, is die echt next level gewoon. Die gasten zijn nog niet klaar om de beste timen te kunnen verslaan. Ik denk dat Lobles inderdaad een goede is voor de toekomst. Hij focust zich ook veel op de 400 meter momenteel. Ja, dus ja. Eens even afwachten welke kant dat op gaat schuiven. Maar ja, de jongens die komen eraan. Dus timen moet zorgen dat hij fit is komende zomer. Ja. Timer moet naar Tokio. Ja, dat sowieso. Gaat dat lukken? Ik heb heel hard getraind de afgelopen tijd. En daaruit bleek eigenlijk wel dat ik gewoon wel beter in vorm ben dan ooit. Alleen ik kan het nu gewoon niet laten zien. Dus ik wil het in de autoseizoen laten zien. En als ik beter dan ooit ben, ja, dan loop ik onder de limiet. 1:45:20? Ja, dan heb ik ook geen last van die world ranking. Dat is natuurlijk, daar hebben jullie net al over gehad. Ja, ja. Ja, gewoon in één keer de limiet lopen. Dat is het makkelijkste been van het gezeur af. Dan mag ik gewoon gaan. Je twijfelt geen moment. Nee, ja. Ik denk ook niet dat... Je moet er ook overtuigd van zijn dat je het kunt halen. En het is een moeilijk doel. Tuurlijk, het is uitdagend. Maar dat maakt het natuurlijk juist ook mooi. En dan moet je met volle overtuiging ingaan. Nee, maar hoe mooi is het als je kunt zeggen van een Olympisch jaar... Ik ben in mijn beste vorm ooit. Ja, dat is... Ik kan het alleen nog niet laten zien. Ja. Ik zou zeggen, laat het daar zien. Ja, precies. Wanneer wil je eigenlijk een beetje pieken dan in het voorseizoen? Ja, nee, dus ik wil vanaf begin mei. Dus dan heb je eigenlijk 2 maanden om je te kwalificeren. Dus vanaf begin mei wil ik in vorm zijn om wedstrijden te lopen. Dan heb ik natuurlijk een wedstrijdje nodig om in te komen. Want ja, dat is een beetje... Die verzuring moet je eerst weer leren mee omgaan. Je lichaam moet er even op aanpassen. En dan heb je ergens de derde wedstrijd half mei. We gaan even naar een andere afstand. Eerder vandaag gelopen, 3000 meter, mannen en vrouwen. En bij de 3000 meter hadden we natuurlijk regerend Nederlands kampioen. Hij komt uit Nijmegen, Mike Foppen. De start van de 3000 meter bij de vrouwen. Ze worden hier weggeschoten. Favoriet Julia van Veldhoven uit Nijmegen. Maar ze zal concurrentie ondervinden van Britt Ummels uit Maastricht. Gisteren al winnaar van de 1500 meter. Marijke de Visser woonde eerst in Utrecht, maar tegenwoordig ook in Nijmegen. Loopt voor team Zevenheuvelen. Zij neemt de leiding samen met Julia van Veldhoven. Nijmegen boven in de beginfase van deze 3000 meter. Van Veldhoven... Meteen attent, reagerend op die aanval, die vroege aanval van de Visser. En al snel heeft ze de Visser ook losgegooid, want ja, Julia van Veldhoven is natuurlijk gelouterd. Maar daar komt ze al aan hoor, Britt Ummels uit Maastricht. Goed in vorm heeft ze gisteren laten zien. De Visser op dit moment op de derde plek. Van Veldhoven wil soleren, maar het lukt niet. Want hier is Ummels, die haalt erin en in de slotfase de sprint. Van Veldhoven heeft dan toch niet genoeg over. En het is Britt Ummels uit Maastricht die hier goud weet te halen in een tijd van 9:15:08. Van Veldhoven zit helemaal kapot. Hij wordt hier getroost door de winnares Britt Ummels. Dan de mannen. Favoriet daar ook een Nijmegenaar, Mike Foppen. Vorig jaar kampioen en toen liep hij een baanrecord. Het baanrecord van niemand minder dan Dennis Licht liep hij toen uit de boeken met 7:54:95. En zoals hij dat altijd doet, Mike Foppen gaat hij meteen, als iedereen bij elkaar komt, hier naar de kop toe. Met zijn ploeggenoot Khalid Amin, ook een trainingsmaatje van hem, in zijn kielzog. Er ontstaat al snel een kopgroep met daarbij ook Mahadi Abdi Adi en Noah Schutte uit Leiden. Ook een van de kanshebbers op een medaille. Maar Foppen geeft de koppositie liever niet af. Zo liep hij ook al naar de titel op de 5000 meter. En uiteindelijk gooit hij alles en iedereen eraf. Schutte kan zijn versnelling niet volgen. Mike Foppen, de Nijmegenaar, zeer goed in vorm al het hele seizoen. Liep in Metz eigenlijk al de WK-limiet, maar er is helaas voor hem geen WK. En hier komt hij als eerste over de streep. Schutte wordt tweede en de derde plaats is voor Stan Niesten. Dat is de top 3. Maar een uitstekende prestatie dus weer van Mike Foppen, de Nijmegenaar hier op het NK. Hij prolongeert zijn titel. Ja, mooie prestatie van Mike Foppen uit Nijmegen. Hij is lekker bezig hè, dit seizoen. Ja, ik denk dat hij zich moet klaarmaken om de Olympische limiet op de 5000 te gaan halen. Ja, hij mag zijn koffers gaan inpakken. Ja, dat nog niet. Nee, maar goed. Eerst nog die tijd lopen. Ja. Dit is natuurlijk altijd moeilijker dan dat... Je hebt de potentie, maar dan moet het natuurlijk allemaal bij elkaar komen. Je moet niet een dag hebben met opeens allemaal regen, wind en dat soort dingen. Het veld moet een beetje goed zijn. Dat je een stabiele wedstrijd hebt waar je nou, in ieder geval zeker op een 5000 niet de eerste 3 kilometer in je eentje op kop moet sleuren. Of de laatste 3. Maar hij lijkt op het juiste moment te kunnen pieken straks. Ja. Nou, de voorwaarden zijn er in ieder geval. Ja, als je je PR met 4 seconden aanscherpt, is best aardig, toch? Ja, hij heeft gewoon een hele goede uitgangspositie nu voor het zomerseizoen. Ja. En ik denk dat hij daar ook binnenkort nog op trainingskamp weer gaat. Om nu vanuit deze basispositie
basis die extreem goed is. Hij loopt een WK-limiet op de 3000 meter. Dan zit je gewoon in de lijn naar een Olympisch limiet. Dat is mooi. We gaan zometeen ook even kijken naar het hoogspringen van de vrouwen. Dat vond eerder vandaag plaats. Opvallend veel dames die boven de 1,80 kunnen springen. Hè? Ja, als je kijkt naar vooral de nummer 1 en 2. 1,90 en de tweede 1,88 en zelfs nog een junior. Ja, dat is heel erg goed voor de Nederlandse atletiek. We hebben vaak moeite om toch echt de stap te kunnen maken richting de wereldtop. En ja, dit laat wel zien dat momenteel eigenlijk uitstekend verloopt. En zeker die junioren 1,88, ja, als dat nog stapjes kan maken, dan draai je echt wel mee. Dat is hartstikke goed. Ja, dat belooft wat voor de toekomst, dat we ook op die onderdelen ons weer kunnen laten zien. Hè? Zou mooi zijn. Ja, ja. En jouw vriendin liep trouwens wel vandaag, hè? Ja. En niet onvriendelijk. Nee, oh, niet onvriendelijk. Nee, ja, ze won de 800 meter inderdaad. Eigenlijk, ze behield haar titel, want ze was de titelverdediger. Ja. Ja, ik was nog een beetje aan het nashaken net. Dus ja, heel gaaf. Hele gave race. Tactisch heel moeilijk. Ze zwaaide nog even tijdens haar interview naar haar vriendje op de tribune. Dat ben jij dus. Ja. Maar ben je dan zenuwachtig? Hoe zit je dan te kijken? Ja, nou ja, ik zat gelukkig met de hele familie daar. Die zitten allemaal te stressen. Dus, schreeuw je dan de longen uit je lijf of ben jij heel rustig? Je bent ook een beetje, als 800 meter loopt, ben je ook die wedstrijd aan het analyseren. Ja. Je bent ook van, oké, wat zou ze nu moeten doen? Gaat dat goed? Nou ja, dat was ook een actie van Marissa Daming. Die maakte een hele goede tactische move die voor Suus niet zo fijn was. Ja, dan zit je, oh shit, gaat dit wel goed? En, maar ja, ze was gewoon heel volwassen in haar tactische keuzes die ze maakte. En daardoor wint zij gewoon. Opnieuw Nederlands kampioen. Ja. Nou ja, van harte gefeliciteerd jij ook. Wij gaan jou volgen op weg naar Tokio. Heel veel succes. Haal die limiet maar gewoon. Niet afhankelijk zijn van de ranking. Dankjewel dat je hier was. We gaan zoals gezegd even kijken naar een samenvatting van die finale bij het hoogspringen. Dit is Janelle Schreper. Een vrouw met een apart verhaal, want zij komt uit voor Sint Lucia. Is geboren in Jamaica, maar doet mee aan het NK omdat ze wel een Nederlands paspoort heeft. Haar grote concurrente is Britt Weerman, pas 16 jaar. Vorig jaar kwam ze over 1,85 meter. Dat is ook het record voor junioren. En hier gaat ze over 1,88. Fantastisch van Britt Weerman. Een nieuw record voor junioren. En misschien wel goed voor goud, maar een geduchte concurrent dus met deze Janelle Schreper. Al internationale toernooien gesprongen voor Sint Lucia en hier over de 1,88 heen ook. Dus dat betekent dat Weerman nu naar 1,90 moet en dat lukt niet voor het jonge talent in eerste instantie. Maar ze heeft nog een poging. Schreper dan ook naar de 1,90. Janelle Schreper. Oranje schoenen om toch te laten zien dat ze aan het NK meedoet. En Friese sokken en over die 1,90 heen. Op dit moment is zij kampioen, maar Weerman heeft nog een poging staan en kan dus ook nog die 1,90 aanvallen. Het 16-jarige talent. Daar komt ze, Britt Weerman. En nee, dit is een mindere poging. Ze haalt zilver, toch heel knap. 16 jaar gaan we nog heel veel van horen. En dan Janelle Schreper. Ze legt de lat op maar liefst 1,96. 6 centimeter hoger dan de vorige poging. En ze komt er dichtbij, maar haalt het net niet. Maar is wel Nederlands kampioene. Janelle Schreper. Internationaal toernooi doet ze mee voor Sint Lucia en niet voor Nederland. Maar toch de Nederlandse titel voor haar. Een hele opvallende verschijning op dit Nederlands kampioenschap dus. Een hele opvallende verschijning op dit Nederlands kampioenschap, werd er gezegd over Janelle Schreper. Ja, nou ja, het is top dat ze meedoet. Ze woont tegenwoordig in Nederland en de vriend is ook een tienkamper toevallig. Dus ik ken hem en ik spreek hem wel eens. En ze traint volgens mij in Zoetermeer ook. Dus ja, het is top dat ze hier mee kan doen. En ze brengt het niveau gewoon wat omhoog. En ze is zelf ook heel erg goed bezig. Dus ja, top dat ze er is. Maar hoe kan dat dan? Hè? Want soms dan kijk je naar dat hoogspringen en dan horen we jaren helemaal niks. Dan worden de hoogtes gesprongen waarvan je denkt, ja, dit zegt allemaal niks. En nu ineens hebben we een hele goede lichting. Ja, is dat te verklaren? Nou, de Atletiek Unie is momenteel bezig met het inzetten van een soort kennis die gewoon gedeeld moet worden met coaches. Ja, als dat een weg weet te vinden, dan betekent dat die coaches beter worden. En dat de talenten zeker een stap kunnen maken. Ja, en daarnaast, vaak zie je dat als één hoogspringster of springer het goed doet. Dan zit de rest een beetje in diezelfde flow. Dan gaan ze kijken of, ja, het ziet er niet meer zo onmogelijk uit. En dan kan het nog wel eens gebeuren dat gewoon een hele groep beter wordt. Ja, dat zou ook kunnen gebeuren. Ja, ja, nou ja, het valt gewoon op. Een mooie winnares vandaag en ook een hele mooie nummer 2. Hè? Een jong talent, Britt Wiersma, met een
nieuw nationaal record bij de junioren onder de 20. Ja, een prachtig Nederlands kampioenschap hier dus, 2 dagen in Apeldoorn. En zo'n kampioenschap kan niet georganiseerd worden zonder vrijwilligers. Nou, ik moet wachten op die dames die de polsstokken komen brengen. Kijk hier, dat heb ik al. Nou, sorry. Hoe is het nou om vrijwilliger te zijn hier? Oh, hartstikke fijn. Ja, maar dat doe ik al een paar jaar. Wat maakt het zo mooi? De mensen onder elkaar, hè. Gezelligheid. Gezelligheid. En sjouwen, dat neemt u voor lief? Ja, ook dat. Nou, ik zou er heel weinig aan, hoor. Ja. Vooral aansturen. Gewoon aansturen. Af en toe eventjes een beetje koffie halen. Oh, het is mooi werk. Ik ben materiaalploeg en in het algemeen beheer coördinatie van de mensen. Materiaalploeg, wat moet ik me daarbij voorstellen? Telkens de kogels en de polsstokken? Zorgen dat de kogels op de juiste maat en gewicht zijn, daar zorg ik voor. En daarnaast ondersteun ik op het moment dat er bankjes moeten komen, stoeltjes moeten zijn. Als er hoogspringlatten moeten komen. Al dat bijkomend werk, zodat de atleten hun zaken kunnen doen. De spullen van de vereniging zelf, waar dat vandaan moet komen, dat komt uit de materiaalhok. Het lijkt een heel grote rommelhok. Maar je ziet hier, staat eigenlijk alle spullen. Daar komen straks de kogels op. De kogels die erop komen, moeten weer apart gecontroleerd worden elk jaar. Leggen we die er gewoon op. En dan zie je dat die 7 kilo 284 gram is. Hij moet 7 kilo 260 gram zijn, dus deze voldoet. Je meet de omvang nog, 12,7. En dan kijk je in het lijstje, hij moet onder de 1300 blijven. En dan is hij akkoord. We zijn met elkaar een groep vrijwilligers en dat gaat hartstikke leuk met elkaar. Het is een serieus iets, maar het moet wel met een bepaalde gezelligheid gebeuren. Want anders krijg je de vrijwilligers ook niet meer. En zometeen praten we nog even verder over die vrijwilligers. En dat doen we met Jochem Slinkman van het lokaal organisatiecomité. Maar we gaan eerst even naar de nummer 2 op de 400 meter. De jarige Femke Bol. Ja, Femke Bol. Jarig. Gefeliciteerd daarmee. In hoeverre mag ik je ook feliciteren met de zilveren medaille? Daar mag je me ook mee feliciteren, hoor. Ja. Want hoe teleurgesteld ben je eigenlijk dat je hem niet hebt gewonnen dit jaar? Ja, het is gewoon balen. Maar het is meer dat ik baal ook van mijn race vooral dan van de plak. Want Lieke heeft wel gewoon heel sterk gelopen. Dus ik gun het haar wel heel erg. Waar baal jij precies van tijdens je race? Ja, ik heb gewoon wat tactische fouten gemaakt, denk ik. Gewoon met wanneer ik wel of niet wilde inhalen. En toen was ik gewoon sterk op het einde. En ja, ik kwam natuurlijk om te winnen. Dus ja, dan baal je altijd. Maar het was ook weer niet super slecht of zo. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar iedereen, jij zelf denk ik ook, je hebt afgelopen jaar zo'n grote ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Je kwam hier vorig jaar, werd je Nederlands kampioen. En sinds daarna is het eigenlijk alleen maar bergop gegaan. Dus waarschijnlijk had je hem zelf ook verwacht dat je hem zou winnen. Nou, verwacht is een groot woord, want ja, ik train met Lieke elke dag. En we weten dat we heel gewaagd van elkaar zijn. Maar ik ging er wel echt voor om te winnen, ja. Ik hoorde net trouwens van Lieke dat ze het nog wel goed gaat maken met een grote chocoladetaart. Ja, die wilden we gaan maken voor mijn verjaardag. En we nemen altijd Bueno na wedstrijden, dus komt goed. Dus je gaat er nog wel van genieten? Ja, zeker. Dank je. Ja, ondanks haar tweede plek toch een lachende Femke Bol op haar verjaardag. Jochem Slinkman, we hadden het net al even over de vrijwilligers. Hoeveel zijn er actief dit weekend? We hebben er ongeveer per dag 300 nodig. Vooral ook achter de schermen, maar ook op het wedstrijdterrein in totaal eigenlijk 300 per dag. Ja. Nou, lopen ze er niet allemaal zo goed gekleed bij als jij? Nou, nee. Wat is jouw functie? Wat doe jij precies? Ik verzorg eigenlijk alle genodigden en de VIP's dit weekend. Dus daarom, er hoort eigenlijk ook een pak bij. Zeker, ja. Zeker. Zou dit toernooi georganiseerd kunnen worden zonder vrijwilligers? Is het dan nog te betalen? Nee, zeker niet. Nee. Als je al 300 vrijwilligers hebt per dag, als je die ook allemaal eigenlijk een uurloon moet gaan betalen, dat werkt eigenlijk niet. Dus daarom is eigenlijk wel zo'n wedstrijd alleen maar vrijwilligers nodig. Ja. Nou weten we dat heel veel verenigingen steen en been klagen, dat het lastig is om aan vrijwilligers te komen. Hoe is dat bij zo'n nationaal kampioenschap? Is dat anders? Staan mensen in de rij? Nou, in de rij zeker niet. Het is eigenlijk tot het laatste moment nog altijd wel heel moeilijk om vrijwilligers te krijgen. Eigenlijk op de dag zelf wordt er nog geschoven. Er zijn altijd mensen die zijn ziek of die konden door het weer niet komen. Het blijft altijd eigenlijk wel een race om daar toch aan te voldoen. Ja. Hoe is de opkomst? Tevreden?
Ja, zeker. Ik denk dat we met z'n allen wel een mooi toernooi hebben neergezet. En dat iedereen daar wel van heeft kunnen genieten. En krijg je dan zelf ook nog iets mee van de wedstrijd of helemaal niet? Vrij weinig. Maar dat is wel, dat hoort er nou eenmaal bij. En dat weet je ook als je in de organisatie zit. Dat je ook meer achter de schermen bezig bent. En dat is ook allemaal goed. Ja. Fijn dat alles naar wens verlopen is. Zometeen terug naar de genodigden. Wij gaan alvast even vooruitblikken op die 60 meter horde, Pieter. Dames, zometeen. Volgens mij een leuke afstand. Ik denk wel een van de zeker betere nummers op dit Nederlands kampioenschap. 100%. Ja, je hebt gewoon een redelijk breed veld. Kijk, je hebt Nadine Visser. Die is momenteel Europese indoorkampioen ook. Precies. En medailles internationaal. Klasse apart. Juist. Die heeft eigenlijk een heel kort indoorseizoen. En die zou normaal het WK indoor ook draaien. Maar door het coronavirus gaat dat niet door natuurlijk. Wil hier natuurlijk die titel pakken. Zal ook zeker onder de 8 seconden willen lopen, kan ik me voorstellen. Ja, en vlak daarachter verschillende dames. Evie Bones. Veel meer kampsters ook. Ja, Nadine Broersen en Anouk Vetter. Die ook heel dicht in de buurt van die 20, 30 kunnen komen. En dan heb je ook nog A-junior Zoe Sidney. Die al 8.22 liep. Ook Nederlands record wist te verbeteren. Ja, ik denk dat het mogelijk goud is misschien iets te ver voor de rest. Maar zilver en brons wordt gewoon een hele spannende race, zeker. Daar gaan we straks naar kijken. We gaan eerst eventjes kijken naar de series en de halve finale die eerder hebben plaatsgevonden. Twee series om de finale plaats te bepalen voor de 60 meter hoorde. Nadine Visser is de grote favoriete. De laatste jaren iedere keer kampioene. En hier gaat ze ook heel goed uit de startblokken. Ze ondervindt weinig concurrentie in deze serie. En wint heel gemakkelijk in een tijd van 8.22. Tweede wordt Joyce Schumacher. En derde, Marijke Esseling. Dat is bijzonder knap. De atlete uit Meadow plaatst zich voor de finale daarmee. Dat was misschien wel helemaal niet verwacht. Ze deed gisteren al mee aan het kogelstoten en het verspringen. Dat liep niet helemaal naar wens. Daar in het geel zien we haar keurig naar de derde plaats lopen. Achter Visser en Schumacher. Nadine Broersen wordt vierde, plaatst zich wel voor de finale, maar lijkt niet helemaal fit. Daar in het blauw met de blonde haren Nadine Broersen. En dan de tweede serie. Daar kunnen nog topatleten zich ook plaatsen. Zoals Eefje Booms in baan 1. Maar ook Zoe Sidney is natuurlijk een kandidaat. En Anouk Vetter. Maar Vetter blijft een beetje achter bij Bones en bij Sidney. Sidney wint. En we zouden wel eens een andere hiërarchie kunnen krijgen. Want de laatste twee jaar was de uitslag iedere keer 1 Visser, 2 Bones en 3 Vetter. Nu Visser wel weer de absolute favoriet. Ja. Nadine Visser, je zei het al, hè. De absolute favoriet. Zij is in bloedvorm. Ik denk dat haar basisniveau gewoon beduidend hoger ligt dan wat de rest heeft. Wat ik zei, ze heeft een kort indoorseizoen gedaan. En ze kiest er nu ook voor om deze wedstrijd te lopen. En ik geloof dat ze daarna ook klaar is. Haar serie net was vrij gemakkelijk. 8.22 of 24. Ik kan me voorstellen dat zij zometeen nog wel een extra versnelling in kan zetten. En wat ik zei, onder de 8 seconden zou top zijn. Dan zit je gewoon in de wereldtop ook bij de allerbeste. Dus dat zou zeker voor zichzelf, maar ook voor ons heel mooi zijn als ze dat zo meteen ook. Maar is dat dan mogelijk vandaag met dit deelnemersveld? Ja, denk het wel. Ja, yes. Nadine heeft al vaak laten zien dat ze gewoon in haar eentje ook hard kan lopen. Het is wel makkelijker als je natuurlijk ook de wereldtop rond banen links rechts naast je hebt. Maar ja, ik zou niet weten waarom dat ze het niet zou kunnen. Ik denk dat er het zeker in staat is. Ja, ze heeft brons al gehaald op het WK in 2018. Dat was de eerste medaille ooit voor Nederland op dit onderdeel. Dat wist ik niet. Ja. Wel top. Ja, zeker. Ja. Ja, ik kan me nog herinneren hoor. Ik zat bij haar vriend. Dat is een hele goede vriend van mij. Waren we aan het kijken. En ze dipt net, zoals we dat noemen. Hè. Ze steekt er de schouders nog net naar voren en pakt die bronzen plak. Een jaar later pakt ze de Europese titel. En afgelopen zomer werd ze ook zesde bij het WK Outdoor. En een nieuw Nederlands record. Dus ja, Nadine is top bezig. Die werkt hard en die laat het ook zien op de wedstrijd. Geniet jij daar dan ook echt van als je dan zit te kijken? Want jij kent natuurlijk bijna al die mensen, hè? Ja, zeker. Oh, ja, ik ben... Ben je dan plaatsvervangend zenuwachtig, zeg maar? Zeker. Zeker bij de mensen die ik persoonlijk goed ken. En als ik ze dan ook in de training zie, dan weet ik wat ze waard zijn. Ja, ik kan me ook een beetje voorstellen hoe het voelt om daar dan te staan. Want daar sta ik zelf ook natuurlijk.
ja, dan ben ik zelf ook al zenuwachtig. En als het dan op zijn plek valt en iemand haalt een PR of een medaille of gewoon een goede prestatie, dat is extra leuk om te zien. Zeker. Ja, dat atletiek wereldje is echt een wereldje op zich. Hè? Het is een heel hoog onskend onsgehalte. Hoe ontspan jij bijvoorbeeld? Hoe ik ontspan? Ja? Misschien ben ik dan nog wel een beetje een vreemde eend tussen de papenmalgangers, maar... Ik train door de week heel hard en vaak ook op zaterdag nog wel eens. Maar ik probeer dan eigenlijk de rest van mijn weekend zo in te plannen dat ik heel veel ontspan. Dus, en dat betekent in mijn geval niet dat ik dan alleen maar op mijn bed lig. Wat de rest vooral best wel veel doen. Maar ik ga veel met vrienden op pad en ik hou van andere sporten doen. En zeker in de zomer ben ik vaak aan het zwemmen en weet ik het dat allemaal. Dus ja, ik vind wel mijn weg om te ontspannen door eigenlijk mezelf een beetje in te spannen. Ja, ja, en dan is het natuurlijk wel de kunst om de balans te vinden, waardoor je niet op de maandag helemaal naar de ratten bent. Gewoon een heel weekend op de bank liggen met een serie dat kijken. Dat kan wel eens, maar dat is eigenlijk niks voor mij. Nee, en ik heb ook ondervonden dat als ik dat doe, dan krijg ik juist een beetje last. En dan ga je heel veel liggen en dan ontspannen je spieren misschien wel te veel. Ben je een beetje die flow, die feeling, hè, zoals we dat noemen, ben je dan kwijt. En ja, dat heb ik liever niet. Nee, ik blijf liever wel wat doen en dan hetgeen wat ik doe is dan extra leuk. Maar dan ben jij dus een vreemde eend erbij. Een klein beetje, soms wel. Nou ja, niks mis mee toch? Nee. Even terug, 60 meter hoorde Nadine Visser gaat hier normaal gesproken gewoon winnen. Wie komt er in aanmerking voor zilver en goud, of zilver en brons? Ik denk dat vooral gaat tussen Eefje Bones. Die heeft buiten ook al heel hard gelopen. Echt maar een paar tienden langzamer dan Nadine. Heeft Inder ook een vrij sterke PR staan. Alleen moet het vooral hebben van het tweede gedeelte van de race. Hopelijk kan zij heel laag in de acht lopen. En Zoe Sydney, wat ik net zei, die A-junioren, die laat eigenlijk wel zien dat ze continu in staat is om datzelfde niveau te halen. Ja, dus als ze hier gewoon een race loopt zometeen, dan denk ik dat die vooral gaan strijden om zilver en brons. Het belooft in ieder geval een prachtige finale te worden. Ja, ja. Mooie deelnemerslijstje. Kijken of Dennis Licht en Jan Sommerdijk daar ook zo over denken. Ja, daar denken wij zeker zo over. Want Nadine Visser en Zoe Sydney, dat is de strijd. Het liepen allebei 8:22 in de serie. Precies dezelfde tijd. Dus dat geeft al aan dat ze ongeveer op hetzelfde niveau lijken te zitten. Maar ja, daarachter natuurlijk Eefje Bones. Ook altijd heel goed, hè Dennis? Ja, zeker. De atleten uit van Daventria, uit Deventer. Die bij coach Michel Knobbe traint. Op het moment best wel veel atleten uit Deventer die het heel goed doen. En dat is eigenlijk weer een beetje in de lijn van het verhaal van Pieter Brown. Hè. Goede coaches zijn heel belangrijk. Het kader bij de vereniging. En dan zie je dat de atleten zich daarop ontwikkelen. Bij dit onderdeel is het ook nu niet meer zo gebruikelijk dat zomaar ook een meerkamp en een medaille kan pakken. We hebben nu echt gewoon 3 goede atleten op dit onderdeel. En de meerkampers, allround natuurlijk op alle onderdelen onwijs goed. Ja, te zien hier ook Nadine Broers als meerkampster erbij. En ook Marijke Essling, die zich knap geplaatst heeft voor de finale, de 20-jarige Achterhoekse. En dan nog verrassend vond ik Joyce Schumacher, dat ze zo goed liep. Anneloes de Roo is ook iemand die we misschien niet verwacht hadden. En natuurlijk nog een meerkampster, Anouk Vetter. Ja, iets minder dan vorig jaar, want toen werd ze derde in de finale. En het jaar daarvoor ook, dus 2 keer een bronzen medaille al gepakt. Maar Anouk Vetter werd nu derde in haar serie. Dus misschien net iets minder scherp op deze 60 meter hoorde. Zeker, maar volgens mij is het ook vooral haar verhaal belangrijk. Gewoon om lekker te gaan racen. Genieten van het moment. Gewoon in het hier en het nu zijn. Gewoon lekker die onderdelen afwerken. En gewoon genieten weer zich voor te bereiden. Op een meerkamp in het voorjaar, in mei. En het is gewoon goed om haar weer hier te zien op het podium. Te genieten, zien te genieten, zien te lachen. En dat is voor haar heel belangrijk. En ja, we gaan zo meteen, wat Pieter ook zei, waarschijnlijk een hele spannende strijd zien op dit onderdeel. Ja, de loopsters komen niet op. Dit is Anneloes de Roo. Ook wel een beetje verrassend misschien in de finale. Knap dat zij zich geplaatst heeft. Maar ja, normaal gesproken wordt ze maximaal 6e. Hier is Marijke Essling uit Meadow. Haar NK denk ik toch geslaagd met deze finale plaats. Want bij het verspringen 2 ongeldige pogingen. Kogelstoten werd ze 7e, niet slecht. En hier is ze dan. Dennis had het al over Anouk Vetter. Kijken wat zij verder dit seizoen nog kan. Dit is voor haar toch een beetje een tussendoortje. En weer even lekker genieten van atletiek. Maar zij moet een limiet gaan halen op een 7-kamp buiten straks. Eefje Bones hier. 2 keer zilver de laatste jaren. Vandaar ook met dat groene naambordje. En daar is de titelverdedigster Nadine Visser. Al jaren woonachtig in Arnhem.
Nadine, ja, we kennen haar natuurlijk als de Europese kampioen ook op dit onderdeel. Zij is de grote favoriet, Dennis. Ja, en ze heeft natuurlijk ook een uitstekende 60 meter laten zien met 7.30. Liefst een uitstekende prestatie op die 60 meter finale. Op ook het juiste moment piekte ze daar. En ja, met een stukje gewonnen snelheid zou je eigenlijk kunnen zeggen. Kan ze misschien ook weer iets extra's laten zien op dit onderdeel, op de horde. De timing zal dan misschien iets anders liggen, omdat je op een hoger niveau bent gekomen. Is dat er vaak ook weer een beetje sleutelen. Maar goed, we gaan het zien. Ik hoop dat ze hier iets kan laten zien wat Pieter ook zei, onder de 8 seconden. Want dat is eigenlijk normaal gesproken ook waar ze toe in staat is. Maar goed, ze heeft eigenlijk pas haar eerste indoor wedstrijd gelopen hier in Apeldoorn. En ja, dat is nog even afwachten. Ze is ook echt iemand die races nodig heeft. Het is ook een onderdeel waarbij je races nodig hebt. Om dat fine te tunen, die techniek van een horde. De aanvalsbeen, snel achter de horde kunnen landen, het bijtrekbeen, het komt heel erg nauwkeurig. Het is niet een 60 meter sprint waar je het vooral van de start moet hebben en in driving phase, zoals dat zeggen, dan vanuit de ontspanning lekker door kan versnellen. Nee, hier gaat het echt om, hoe val je die horde aan? Hoe kan je krachtig blijven lopen tussen die horde in 3 pas en een goede finish maken? Ja, en dat gaan we vandaag zien, hoe dat bij Nadine zal zijn, ook bij Eefje. Is wat op de lange horde, zoals ze dat zo mooi zeggen, wat meer, misschien wat beter. Kan dan iets makkelijker meekomen bij Nadine. Met lange horde bedoel ik dan 100 meter bij de vrouwen. En daarachter de talentvolle Zoe Zetny. Nederlands recordhouder met 8.22, als ik het goed zeg. Ja, dat liep ze dus nu in de serie ook. Ze heeft haar record gevenaard. Dat is ja, bijzonder dus, knap. Wie weet gaan we ook daar weer een prestatieverbetering zien. En vaak is het bij jonge talentvolle atleten is dat niet altijd echt maar zomaar met het record bezig zijn. Ze gewoon lekker onbevangen aan het lopen en dan komen ze tot het beste resultaat. En dat is als je wat ouder wordt als atleet heel moeilijk om die onbevangenheid te blijven vasthouden. En, dus ja, in mijn beleving is denk ik Zoe ook wel iemand die ietsjes meer kans stiekem maakt voor die zilveren medaille. Ja. Nadine Visser, zou dat haast vergeten, die is natuurlijk ook meerkampster geweest. En heeft eigenlijk pas 3 jaar geleden gekozen om zich meer op die horde te gaan specialiseren. En met succes, want de resultaten waren direct daar. Met als hoogtepunt natuurlijk voorlopig die Europese titel indoor vorig jaar. Maar dat is een keuze geweest die wel moeilijk was. Want zij heeft ook enorme passie voor de meerkamp. Ze vindt die andere onderdelen ook allemaal erg leuk. Maar omdat het zo goed ging op die horde, is die keuze zo gemaakt. Maar ze heeft nooit gezegd dat het voor eeuwig is. Ze gaat misschien wel nog weer terugkeren op de meerkamp. Nee, en ik denk dat... Ik ben natuurlijk niet bij haar training aanwezig. Maar ik ken haar coach wel. En die zal haar ook best nog wel allround trainen. Dat ze ook nog best wel wat andere onderdelen meedoet. Is ook goed voor je veelzijdigheid als atleet. Om gewoon ook eens een balletje te werpen. Of misschien een speertje te gooien. Is gewoon te goed gezond bezig zijn. Ja, we gaan er bijna aan beginnen, Dennis. Nadine Visser, favoriet. Zoe Zetny, waarschijnlijk toch de grootste uitdaagse. Ze wordt nog eventjes apart eruit gelicht, Nadine Visser. Ook houder van het Nederlands record met 7.83. Een heel oud record heeft ze uit de boeken gelopen, ook vorig jaar in haar topjaar 2019. Maar 2020 moet natuurlijk met die Olympische Spelen helemaal een piek worden. En dat moet dan beginnen met haar volgende nationale titel. Want die heeft ze al een paar veroverd hier achter elkaar de laatste jaren in Apeldoorn. Op deze 60 meter hoorde. De start. Goeie start van Visser sowieso, maar... Zetny gaat mee. Zetny gaat goed mee. Het is Nadine Visser, het is nee. Zetny. Het is Eefje Boons die volgens mij met een kleine blessure uitvalt. Oei. Ja, maar de titel is weer zoals vertrouwd voor Visser. Ja, dit is pijnlijk. Maar Nadine Visser doet wat we van haar kunnen verwachten. En de tijd? 8.08. Dat is toch een heel stuk sneller dan dat we hebben gezien in de series. 1400ste sneller. Ja, goed gepiekt in de finale dus Nadine Visser. Heeft hij toch in totaal 5 keer moeten lopen. Gisteren 3 keer op de 60 meter en nu nog de 60 meter hoorde 2 keer. En nu gaat iedereen naar Eefje Boons toe, want die solidariteit onderling is ook heel groot, hè Dennis? Ja, zeker. En een nieuw Nederlands record, dames en heren, van Zoe Zetny in 8.18. Ja, en Vetter pakt toch nog brons. Waarschijnlijk wel door het uitvallen van Boons, maar toch. Ook een mooie van Anouk Vetter. Dat zal er een enorme opkikker geven. Dat ze met zilver en brons hier van dat NK Indoor afkomt. Nou, dat is eigenlijk een beetje haar normale niveau weer. Even kijken hier in de herhaling wat er gebeurt. Ze komt niet goed uit. Ja. Maar het is Zetny die mooie prestatie levert. En ook
mooie tijd neerzet. Een nieuw Nederlands record, 8-18 op de 60 meter horde bij de vrouwen. Ja, een nieuw record voor bij junioren, moeten we even erbij juist zeggen. Want het record van Nadine Visser, 7-83, dat is nog even een ander verhaal. Hier die uitslag, Nadine Broersen, die hebben we helemaal niet gezien. Maar het verschil is natuurlijk ontzettend groot. Het is duidelijk een top 2 en normaal zou Eefje Boons tweede of derde. Vooral in mijn hoofd, dus serie was een beetje doorkomen en daarna was het vooral gewoon scherp zijn. Voor jou denk ik ook. Hè? Nu brons, gisteren zilver. Ja, ik denk dat je hier nou wel weer met een lekker gevoel staat. Ja, ik vind het wel erg leuk. Ja, de prestaties zijn oké. Niet geweldig, maar ja, het is gewoon leuk. En kijk, ik had hier ook wel echt veel zin in. Het wordt altijd leuk om te doen. Dus ja, mooie dag. Wel met 2 medailles lekker is misschien ook wel een soort van opkikkertje. Ja, het is altijd leuk. Je hebt ook 2 dagen hier gedaan. Had je nog meer verwacht van jezelf? Ik had ook niet zoveel verwacht. Ik had een paar doelen qua technische dingen. Dat wilde ik uitvoeren. Dat lukte echt best wel aardig. dus ik had niet echt naar deze staat gedacht, maar meer uitvoering. Dat was prima. Dus wat dat betreft was je al tevreden? Ja, zeker. Het was een kort indoor seizoen, maar wel leuk. Succes outdoor. Thanks. Dankjewel, dames. Nadine Visser dus de winnares op de 60 meter horde. Pieter Brouw, ja, verwacht. Ja, wel verwacht. Ja, zeker. Ja, ik had gehoopt, stiekem vooral eigenlijk, dat ze misschien nog net iets harder zou lopen. Maar ja, ze heeft, wat ze zelf zegt, bijna geen wedstrijden gedaan. Ja, moet het dan maar hier eventjes laten zien. Doet ze prima. Ik denk dat dit al de zoveelste indoortitel is. Dus dat heeft ze uitstekend gedaan. Anouk Vette maakte haar entree op de atletiekbaan dit weekend. Pakt zilver en vandaag dus brons op de 60 meter horde. Wat voor indruk maakt zij op jou? Ik train er elke dag mee, dus ja. ik zie er altijd van dichtbij. Het gaat eigenlijk erg goed. Ja, ook de prestaties hier zijn prima. Je doet 1 wedstrijd in de winter, deze. En dan moet je het ook maar net doen. Het pakt goed uit. Ik denk dat ze goed op weg is en dat ze gewoon lekker de wedstrijden moet doen. De trainingen moet draaien en dan komt het helemaal goed. Ze klonk wat gelaten. Denk je dat ze helemaal tevreden is? Kijk, het is altijd fijn als je hier met alleen maar PR's naar huis gaat. Ja, dat is top. Maar dat kan je niet echt verwachten. En ik denk dat ze gewoon een beetje voorzichtig is om te roepen hoe goed het allemaal gaat en weet ik het wat. Ze wil gewoon, ze laat het wel zien op de atletiekbaan. Een beetje underdog positie en gewoon rustig aan de weg timmeren. We gaan even naar Alice van der Weerde van de Atletiek Unie. Hallo. Wat is dit voor een toernooi tot nu toe? Nou, het is een waanzinnig toernooi. Er zijn natuurlijk prachtige prestaties neergezet, maar buiten dat is atletiek natuurlijk een ontzettend leuke sport om naar te kijken. 24 finales in een weekend, welke sport presteert dat? Altijd iets te doen. Prachtig. Kan je het anders zeggen. Wat was voor u een hoogtepunt? Ja, natuurlijk polstok hoogspringen. Dat was zeer zeker een hoogtepunt. Rutger Koppelaar, evenaring van het Nederlands kampioen. Ja, Rutger Koppelaar natuurlijk. Die heeft de EK-limiet gehaald. Ja. Dus dat vond ik echt heel erg mooi. Maar wat ik vooral heel opvallend vond en ook heel erg leuk om te zien is, je ziet dat de jonge atleten echt aan de poort aan het rammelen zijn van de senioren. En daar hebben we gewoon gisteren met de 60 meter sprint hebben we Cedo en Rafael Bourgeois hebben we natuurlijk prachtige prestaties gezien. En vandaag Britt Weerman, tweede bij het hoogspringen. 16 jaar, dus echt die jongeren, je ziet ze gewoon opkomen. En dat is heel veelbelovend
voor de komende tijd. Er komt gewoon weer een nieuwe generatie atleten komt op. En dat is fantastisch. Ja, dat is wat we willen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En natuurlijk de accommodatie. Hè? Hier in Apeldoorn, wat eigenlijk onze enige topsport indoor accommodatie is die we in Nederland hebben. Daar had ik het eerder deze uitzending al over. Het is ook een prachtige accommodatie voor andere toernooien. Wat internationale toernooien bijvoorbeeld. Dat schijnt vooral maar niet dat te lukken, hè? Vooralsnog is het nog niet gelukt, maar dat wil niet zeggen dat het in de komende tijd niet gaat lukken. We zijn daar actief mee bezig. Maar ik dacht EK Indoor 2021-2023, dat is toch jammer, hè? Het is jammer, maar we zullen zien. Wij werken er hard aan en ik ben ervan overtuigd dat er internationale toernooien hier naartoe gaan komen. Ja, ja. Als die jonge talenten hier aan de deur kloppen, doet u dat ook? Absoluut. Maar dan internationaal gezien. Ja, absoluut. Ja. Gaan we zeker doen. Ja, ja. 60 meter horde zometeen bij de mannen. Ja, ook een leuke wedstrijd. Je hebt eigenlijk twee echte favorieten. Liam van der Schaaf won net vrij ontspannen zijn serie. Heeft dit jaar ook al hard gelopen. 7.72 als ik het goed zeg. Flinke stap gemaakt. En de grote concurrent is natuurlijk Koen Smet. Oudgediende. Nou ja, flink wat titels. Heeft een iets scherpere persoonlijk record staan. Heeft dit jaar nog niet de tijden laten zien. Maar ja, is altijd, zeker nu, echt een underdog. Want hij kan het zeker. Ja. We gaan naar die finale zometeen kijken. Elis van der Weerden, dankjewel. Wij wachten op dat internationale toernooi. Leon van der Schaven, Koen Smet en natuurlijk ook Leon Makkert-Heerden. Ja, we gaan kijken naar het laatste onderdeel van dit zeer goed bezette weekend. Want we hebben veel topprestaties gezien. En we verwachten er nu nog eentje van Koen Smet en of Leon van der Schaaf. En wie we ook zeker even willen noemen in baan 7 is Leon Mak. De meerkamper uit Heerden die op het Poolse hoogspringen al brons won. Die zien we in baan 7. Maar dat zijn eigenlijk met misschien nog Rick Taam als een man die brons kan halen. Ik denk dat Mak al blij is dat hij in deze finale zit op zich, hè Dennis? Zeker weten. Maar goed, wederom knap prestatie van zo'n atleet. Heel allround. Zal wel goed kunnen op het Poolse hoogspringen als horde. Dat is niet iedereen gegeven. Ja, hij is meerkamper, hè? Ja, daarom. Maar toch wel op hoog niveau. En dat geldt ook trouwens voor Rick Taam, die ook meerkamper is. Ja. Maar we gaan nu vooral kijken naar de twee strijden. Smet van der Schaaf. Smet vorig jaar kampioen geworden. Kijken of hij zijn titel kan prolongeren. 27 jaar uit Amsterdam. Van der Schaaf is veel jonger. Die is pas 21 jaar. Ze moeten hun posities in gaan nemen. En dan gaan we kijken wie er als beste uit de startblokken komt. In de voorrondes was het Liam van der Schaaf die op mij best een behoorlijk indruk maakte. Ja, Smet gaat het zeker niet cadeau krijgen. Nee, die gaf echt wel vol gas voor de tijd die hij in de voorrondes liep. Een hele goede start van Liam van der Schaaf. Ja, maar Smet komt naar voren. Smet komt nu naar voren. Van der Schaaf gaat uitsprint. Van der Schaaf kampioen, denk ik. Net, het scheelt niets. Het is 7.88, de officieuze tijd op deze 60 meter horde finale bij de mannen. Een hele snelle tijd van Liam van der Schaaf. Maar was het dan van der Schaaf of Smet? Het is van der Schaaf. Het is van der Schaaf, hè? Ja, Smet werd in beeld gebracht. Toen dacht ik even, zou het toch Smet zijn? Want het scheelde niets. Dat zijn een paar honderdste hoogtes. Het werd op de laatste horde beslist. Ja, het was Smet zat even bij de derde horde echt voor. Ja, absoluut. Hij had net iets snellere start. Maar goed, het is Leon van der Schaaf die goed door kon versnellen op die laatste twee hordes. Ja, en daar gecorrigeerd naar 7.85. En 7.89 zilver voor Smet. En de brons gaat naar Paul Groen in 8.18. En dan kijken we eventjes hoe Leon Mak uit Heerde er nog vanaf heeft gebracht. Rick Taam vijfde geworden, ook netjes. En Leon Mak, keurig hoor, zesde. Hij verbetert zich opnieuw, 8.28, Leon Mak uit Heerde. Maar de winst dus voor Liam van der Schaaf en die staat nu bij Sander Maas van der Brink. Liam, gefeliciteerd. Hoe blij ben je met deze titel? Ja, wel blij, want het is een lange tijd terug dat ik heb gewonnen. Dus ik ben wel blij dat ik eindelijk Nederlands kampioen ben geworden. Wat maakte voor jou vandaag het verschil? Nou, ik heb natuurlijk, vorig jaar heb ik niet goed gelopen. En dit jaar is het eindelijk goed gegaan. Dus ik had al goede wedstrijden hiervoor gehad. Dus ik ben wel blij dat ik heb gewonnen. Het was wel echt een fotofinish, zoals ze dat noemden, met Koen, hè? Ja, inderdaad. Ik kwam een beetje die jongen naast me in baan 5, Rick Taam. Hij raakte me een paar keer, waardoor ik een beetje op balans was. Dus toen moest ik echt vechten tot de lijn om nog terug te komen.
Maar gelukkig was het wel goed genoeg. In hoeverre heeft je dat je nog beïnvloed? Want als ik je tijd zie, 7.85. Ja, ik denk wel best wel nog veel. Ik denk dat ik wel in de 70 had kunnen lopen vandaag. Maar ja, het is niet anders. Ik ben blij met de titel, dus nog één wedstrijd en dan hopelijk nog iets harder en dan komt het wel goed. Dankjewel. Dankjewel. Liam van der Schaaf, Nederlands kampioen, 60 meter horde. Ja, en zoals verwacht misschien wel een beetje. Wat je zag, uit vooral een close hele... Close finish. Ja, hij had een hele sterke start. Hij moet het niet per se hebben van de start, maar uit een hele goede start. Koen, die links van hem zat, die moest echt hard werken. Kwam bij horde 3-4 toch echt wel terug. Alleen raakte de laatste horde volle bak. Waar Liam zijn vorm eigenlijk keurig hield. En ja, daardoor... de winst kon pakken. Hij had het gevoel dat hij nog harder had kunnen lopen, hè? Ja, ja, het gebeurt wel eens dat als je horde loopt, dat je dan, hè, je zit krap bij elkaar. Mm-hmm. En zeker je armen maken een lange beweging. Ja, als diegene naast je loopt en die dezelfde beweging maakt als jij dat doet, dan raak je elkaar nog wel eens. En dat hindert gewoon. Ja, daar kan je verder niet heel veel aan doen. Maar je verliest wel wat tijd. En dat bedoelt hij. Een tiende harder was mooi geweest. Ik denk dat hij qua tijden dit jaar al zeker heeft laten zien dat hij goed op weg is. En ik hoop dat hij buiten dit door kan trekken. 24 nationale titels zijn er verdeeld dit weekend. Ja. Wat waren voor jou de mooiste? Nou, ik denk Polsok mannen. Rutger Koppelaar die 5.75 springt. Nationaal record evenaar. Dat doet hij verschrikkelijk goed. Ik denk de mannen 60 meter. De vrouwen 60 meter waren erg mooi ook. Zeker. Hoog niveau. De 400 meters waren heel erg goed. Dus eigenlijk heel veel goede prestaties. En het laat gewoon zien dat de Nederlandse atletiek in een lift zit. Dat het niveau ook iets breder aan het worden is op die top. En dat is gewoon heel erg mooi. Ja, we dachten allemaal, hè, door het wegvallen van het WK. Ja, dan is dit toernooi toch een beetje gedevalueerd. Maar desondanks hebben we een prachtig weekend gezien. Hè? Ja, ja, zeker. Eigenlijk bijna alle toppers zijn er geweest. En het is zeker een mooi toernooi. Mag ik jou bedanken? Dat, voor jouw zeker. Deskundigheid. Jou. En je ontzettend veel succes wensen op weg naar Tokio. Ik weet zeker dat we jou daar gaan zien. Yes, dankjewel. Pieter Brown. Ja, dat was het alweer. Dag 2 van het Nederlands kampioenschap indoor in Apeldoorn. Het was een prachtig weekend. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Wij wel in ieder geval. We zien u heel graag volgend jaar weer terug. Joe Lopez.